Deze podcast wordt u mede mogelijk gemaakt door Media Raven en garage Eddy van Wontergem. Goedemiddag, beste Buffalo's. Welkom bij een nieuwe aflevering van Blue White Breakdown. Een podcast gemaakt door supporters voor supporters. Ik ben Niels en ik zit hier samen met de man die beter statistieken kan verwerken dan de beste data-analyst van de UGent, Jentel. De man van de funny quotes, Cedric. En natuurlijk niet te vergeten, de Gentse Don Juan Gogo. Welkom, dat jongens. Klopt niet. Volgens mij een goede bronnen wel. Nu staat het aan mijn muur. Hoe gaat het met jullie? Goed. Zo was het. Het was een leuk weekend. Ja, zeker. Zeker tussen 2:30 en 3:30. Ja, ja. Zoiets. Ja. En daarna. Nou, was het ook nog leuk. Mm-hmm. Veel nagenoot. Ja. Iets om er even op kunnen teren, maar nog altijd content. Ja, dat toch zeker een half jaar tot terug. Tot er niet turn, hè. Het wil altijd deugd als zo even gewoon dat ze hun keer even een muur hebben. Altijd als er nu een bruisporter iets zegt in, je kunnen gewoon altijd. Hier is de uitslag van de vorige wedstrijd. Maar wij zijn kampioen. En het grappige is dat je dan altijd zo een reactie krijgt van... Waarom zijn jullie zo geobsedeerd met ons? Allee, hun seizoen is mee geslaagd. Dat is wel wat fuck, dat is niet oké. Wat dat zeiden ze? Ja, kijk, misschien hebben ze niet geobsedeerd, maar iedereen wil winnen op Brugge. Hè. Maar ze maken zelfs een spel. Iedereen wil winnen op de kampioen. Ze zijn ook altijd heel blij als ze winnen. Geloof mij. Uh-huh. En het betekent zogezegd niet echt superveel, want de grootste rival is zogezegd Anderlecht. Maar als je gisteren soms in het publiek keek, dan durf ik dat toch te betwijfelen. Ja. Dat was zeer grappig. Wat dat ons dus bij de volgende rubriek brengt, Jesus, op de planning. Amai. Maar die zal ik eerst keer snel overlopen, anders gaan we hier een half uur lang zitten zeveren. Yes. We beginnen dus met de nabeschouwing op de wedstrijd tegen Club Brugge. Ik heb ook maar 3 of 4 uur geslapen, jongens. Dus als het er soms wat trager uitkomt, dat is daardoor. Maar dus eerst nabeschouwing Club Brugge, dan doen we de ex-clubwatcher. De rubriek die vorige keer geïntroduceerd is. Die zou gaan over legend Yaya Soumahoro. En we kiezen dan binnenkort ook al een nieuwe naam. Dan gaan we even heel kort, aangezien dat de transferperiode nu gedaan is, de transferzomer bespreken in de mate dat dat mogelijk is. Want natuurlijk moet je die spelers soms wat tijd geven, maar we gaan toch proberen. Daarna een unpopular opinion / dilemma. We hebben gisteren aan jullie een paar gevraagd. Er is heel veel respons op gekomen, waarvoor dank. En we hebben een paar gebundeld en dan gaan we daarover spreken. Dan doen we een nieuwe rubriekje dat wel duidelijk zal worden op het moment zelf. Het noemt BWB Goes Classic. Gaan we in de geschiedenis wel terugduiken. Dat is denk ik ook wel tof. Daarna de voorbeschouwing op Cercle en OHL. En dan, om af te sluiten, de Wie is wat dat met die van vorige week, die nog steeds niet geraden is. Iemand zei Andrew Hulshager, je kunt er niet meer naast zitten. Maar dank voor uw poging. En dan is er ook nog een nieuwe Wie is wat dat. Alright. Dus, een hele boterham. Dus. Let's get into inderdaad, it. Inderdaad. Ik stel voor dat we gewoon direct verder doen met wat we bezig waren. Ja. Euforisch doen over Club Brugge en Gent. En ook objectieve analyse geven, natuurlijk. We waren super wel beter. Ja. Nee, ik denk dat we kunnen zeggen dat we met een redelijke portie geluk met 0-2 de rust ingaan. Dat wel. Ik vind geluk ook zo wat hard uitgedrukt. Pas op, omdat ik had de match niet gezien, wil ik even zeggen. Maar ik heb hem gisteravond ingehaald. Het is goed. Ik heb mijn huiswerk gedaan, maar ik had dan zo inderdaad alles gelezen eerst en zo wat alles binnengekregen. En alles wat ze binnenkreeg was dan zo... ik heb erin even recht rond het kastje naar de muur speelt. En dan dacht ik ook van en dat vond ik nu ook niet of zo, snap je? Maar de eerste half waren ze wel echt... De eerste half uur waren ze wel beter. Was wel beter. Het was echt wel ondergaan. En een paar goede kansen, maar vanaf dat wij er eentje dan binnenlegden, vond ik het wel niet meer zo of zo. Het niet zo. Het kwam inderdaad niet, maar ik snap Gogo zijn reactie wel. Er wordt ook achteraf te veel spel gemaakt van die eerste 40 minuten. En de focus daarop van Brugge heeft Gent van het kastje naar de muren gespeeld. En dat is waar. Maar ze leggen daar zodanig de focus op alsof dat het volledig gestolen is van Gent. En dat klopt ook. Efficiëntie is ook belangrijk. Ja. Ja. Het hedendaagse voetbal. Bij de rust had Brugge
was het, ik had het zien staan op tv, 13 schoten. 13 tegen 2. En inderdaad. 2 voor Gent. En die 2 waren binnen. Mm-hmm. Ja. Allee, ik vond de voorsprong was wel gestolen. We waren niet zo goed, ja, vond ik. Maar... Toen ik gewoon de artikels las en zo, ja, de zondag dus... zelf, dan dacht ik, het gaat gelijk geweest zijn. Kun je dat herinneren? Toen we vorig jaar op Antwerpen zijn gaan spelen, hebben we zo'n ene match, ja, dat hij echt alles, ja, gewoon dichtgesmeten, ja, heeft. Ja. Met 5 echt van achter op een lijn. En dat was 0-0 en er was echt, je, ja, was echt, dacht dat dat was in mijn, nee, hoofd. Maar natuurlijk gaat die match bekeken met dat idee van... Ja. Dat uiteindelijk... Na, ja, dat is waar, dat is waar. Als je de match gewoon kijkt, dan denkt wel, oh shit, die eerste 14 minuten, ja, was wel echt... Uiteindelijk, Gert Verheyen citeerde het wel juist na de match. Allee, ik ga hem citeren. Dat hij zei van, ik heb moeite met het woord verdienen. Ja, ja, en ik volg hem daarin. Ja. Van, wat is verdienen? Je kunt zeggen, we verdienen de match omdat we het meeste kansen hadden, domineren in het spel... Ja. Een ploeg van het kastje naar de muur tikken, of we verdienen het, want we waren efficiënt en we hebben een goede organisatie gehad. Ik bedoel, ja, en we hebben de grote druk van Brugge overleefd en we hebben dan onze rug gerecht en we hebben ons dan matuur getoond, eens we voorkwamen. Je kunt het wel verdienen. Uiteindelijk, de ene ploeg wint, de andere ploeg verliest, of, ja, je speelt allebei gelijk, punt. Het is ook een beetje als je daar, stel nu dat 0-1 zou zijn of 0-2 en Brugge mist inderdaad al die kansen, dan kun je denk ik wel nog spreken van het is onverdiend of weet ik veel wat. Maar als je ze 4 in je bak krijgt, ja, dan is dat ook niet meer... En ik denk dat de commentatoren dat ook zeiden, dat als je er 4 tegen krijgt, dan is dat niet meer gewoon pech. Dan is dat ook vaak slecht verdedigen. Ja, het was vaak ook niet super verdedigd. Mm-hmm. Dus ja, maar ook een aantal schitterende goals. Oké. Okay. 0-1 krijgt Surdé veel meer tijd en veel meer ruimte dan ooit zou mogen. Ja, dat sowieso. Maar uiteindelijk, ik ken veel spelers die veel ruimte en tijd krijgen, die beginnen te twijfelen en dan uiteindelijk daar een flutpas geven. Dat zien we vaak. Maar hij... In de eerste helft, Fadiga was ook op een moment dat hij ook heel veel ruimte en tijd kreeg. Ja. En hij toch begon te twijfelen en... Er gebeurde niets. Fadiga, ja, dat weten we een beetje. En dat zou zijn... Ja. Dat is, ik wil ook niet zijn zwakpunt, maar die heeft oogklepjes. Hij begint te crossen. Dat is zijn sterkte, met een bal aan de voet kan hij echt in één keer gewoon 3 man voorbij steken en niemand kan volgen. Ja. Maar dan het overzicht, dat heeft hij niet. Dat heeft hij echt niet. Als die sterkte... hij dat had, dan speelt hij echt over. Maar echt, hè. Maar als hij dat had... Dan... Maar die sterkte rendeert dat wel bij de 0-2. Ja, ja. Maar dat was, ik vond hem ook eigenlijk echt niet goed spelen. Van ja, waarom is hij er afgegaan? Omdat hij last had? Nee, of weet gewoon ik echt een keuze? Van God, gewoon een keuze. Denk, Franco was wel echt heel kwaad na die fase die ik net heb besproken heb. Dat hij... Ze kwamen 4-3 bijna. Ja, dat ik dacht van, oké, geef hem. En hij had echt meer de kans om een bal te geven. Ja, links, midden, rechts. Wat uiteindelijk... ik ook denk, is we stonden 0-2 voor. En als we gisteren spelen wel echt 3-5-2. Hè, met 3 van achter en 2 flanken. Ja. En Fadiga is wel, ik zei dat, is een winger. En we stonden 0-2 voor aan de rust. Hij vond dat Fadiga misschien niet goed gespeeld heeft. Dus dan is hij voor de defensievere optie gaan. Namelijk Sam Wazen, dat we weten dat nog even 45 minuten kuiten bijten. En een keer een sliding, een beetje blijven liggen. Aan de tand zijn tegen zijn direct tegenstander. Dus. Kan je het juist zeggen, dat is een zuiverdere back. Hè. Die kan beter de rol van een zuivere back opvullen. Zeker een wingback. Zeer goede helft gespeeld. Vond ik. Ja. Maar tegen Brugge is altijd zo gedreven. Ah, wel. Dat valt mij zo hard op. Ze waren allemaal gedreven uiteindelijk. Als je die viering ziet achteraf. Ja. Dan Sam Wazen, die ook nog met die vlag staat te zwaaien richting de supporters van Brugge. Dan diezelfde, en dan diezelfde vlag die dan die net daarvoor door Brown... Dan die stuurt hem dan zo eruit. Volgens mij was hij ook een beetje boos als we verloren waren. Zag hij niet content uit. Inderdaad, er is wel wat meer gebeurd in die hoek daar. En dat brengt ons bij Brown. Ik vond Brown wel... Allee, daarnet, voor de aflevering, zei je het even. Dat Peter van den Bemt gisteren in extra time precies 17 kilo wiet had gesmoord. Want die was daar nu toch soms ding aan het zeggen... Wat ik het nu niet per se mee eens ben. Ik ook, echt, als vreed. Die zei bijvoorbeeld met... En die zei dat toch met zo'n kleine smirk op zijn gezicht. Dat het eerder Brown was die de Bruggefans uitdaagden. En dat het niet echt... Wat dat zeker in bepaalde mate waar is. Maar dat Brown ook daarvoor... Ik heb het hier opgeschreven, dat ik het zeker niet verkeerd zeg. Dat hij nog niet echt aan de bal was geweest. Dat vond ik... regelrecht fout. De meeste aanval ging langs links. Hè. Inderdaad, bijvoorbeeld ook in de eerste helft, wat mij opviel. En dan gaat misschien ook een beetje terug naar... Want voor de match werd gezegd van ja, dit is een zeer interessante match voor Franco om te zien
Waar staat Gent, kunnen we het voetbal spelen dat ik wil spelen? Wij zagen ook en, dat het een test was. Hè? Ja. Het antwoord is nee, want het was niet goed. Maar we hebben wel gewonnen, dus dat is een zeer dubbel antwoord. Dat is ook zeer handig. Daar, je kunt nu met winst op zak blijven sleutelen en blijven en je werken. Hebt ook de zekerheid dat je, ondanks slecht spelen, dat je toch nog in staat bent om een overwinning naar je toe te slepen. Slecht spelen vind ik echt niet correct. God, maar ja, Brugge was gewoon veel beter in de eerste helft, ja. Maar waren wij zo slecht? Dat vond ik nu ook niet. Onzeker. Veel balverlies doordat Brugge veel druk zette. Maar ja, ik wil niet zeggen, te slecht plus moeten de deur gaan openzetten op Brugge met de kern dat we hebben, snap je? Nee, zeker niet. Dus ik vind dat echt al... Maar dat hebben we ook niet gedaan, hè, want we hebben, zoals... we hebben dat hier vorige aflevering besproken met Gambor, die dan op de bak komt en dat je dan met vier soms van achter kunt spelen en dan dat je daar meer tactische flexibiliteit hebt. Vidarsson noemde dan gisteren in extra time het hybride systeem. Dat vind ik wel een goede benaming daarvoor. Het is, ja, het werd... Ik heb dat ook gezegd. Voor de podcast. Maar zou ik mijn punt mogen maken, alsjeblieft? Nee. we hebben dat systeem nu duidelijk niet gespeeld. We hebben met vijf verdedigers gespeeld en zijn niet helemaal gelijk dol om te gaan crossen. Maar ik vind wel dat er waren veel mogelijkheden, een paar mogelijkheden in die eerste helft, waar je kunt counteren, waar je keuzes beter moeten zijn en dat je dan misschien een kans hebt om een goaltje vroeger mee te pikken. Ik denk dat Franke dat ook zei in zijn interview in de eerste helft, dat hij niet content was over het niet bereiken van de of het niet bespelen van de ruimtes dat hij wou dat bespeeld werden. Ik vond ook wel dat hij gelijk had. Hij zei van we lieten ons wel overbluffen, waardoor dat we zelf geen vertrouwen aan de bal hadden. En dat is ook wel echt vaak als zeker als je voetbal hebt gespeeld en hij moet heel achter een bal lopen, dan is zo, oh, ik heb hem. En dan eigenlijk wil hij hem direct naar voren zo snel mogelijk spelen. En ik zei hem direct weer kwijt. Dat gebeurt er heel vaak inderdaad. Zo te overhaast. Dus dat is al waar, dat is zeker wel waar. Waar Sonk in extra time dan wel de nuance bij maakt, en die kan zeker kloppen, dat als je 40 minuten lang achter een bal crost, dan zij dat al helemaal zo dood als iets. Als je hem dan krijgt, dan heb je misschien niet meer die energie om die inspanning aan de bal te maken en kun je snel een keer met de kop in de grond doodlopen. Maar ik... Je wou tot dus, Peter van den Bent voilà, komen. Ja, inderdaad. Maar iemand onderbrak mij. dus ik vond Brown wel... Want ik weet niet of we man van de matchen moeten kiezen. Subiet. Oké, want er zijn superveel logische oplossingen. En ik... Superveel? Maar twee spelers die... Maar maak jouw punt, Cedric. Ik wou gewoon zeggen dat ik... Het was heel duidelijk in de eerste helft dat... En dat is... Bij doeltrappen is dat ook zeer duidelijk. Het gaat altijd naar Brown, omdat hij... Die is nu fysiek sterker en een bak is vaak iets kleiner. Dus dan komt hij in dat duel en hoop je daar dat te winnen en daar iets uit te creëren uit een tweede bal. Maar... ik vond wat hem soms verweten wordt, dat Brown niet echt de top inzet heeft. Dat was tegen Club Brugge niet het geval. En dat zal zeker zijn, omdat hij opleeft in zo'n derby-sfeer, dat hij zo'n wanker kan zijn. Dat kan graag. Hij heeft wel een beetje nodig. Hè. Voilà. De twee Britten in ons team. Maar ook gelijk, in de eerste helft was het vaak ook... van achteruit waren er te weinig aanspeelmogelijkheden. En dan had ik vaak het gevoel dat de bal bij Brown kwam en dat dan... Dat zat hij volledig vast. En het was ook geen cadeau voor Brown dat er iemand achter hem stond, linker centraal van achter. De eerste helft vooral echt stond te slapen. Van het begin. Jordan. Ja. Die stond echt te slapen. Dat is een Jordan-matchje, ja. Als vertegenwoordiger van de Jordan Torunariga fanclub zou ik graag willen zeggen dat wij ons distancieren van deze wedstrijd. Die was niet echt super. Hoeveel maar, heeft hij? Dat is dan wel weer typisch. Dat die komt dan uit die kleedkamer in minuut 45 en die dribbelt daar dan... Ik weet niet, twee man, of die uit zo'n hoopje geeft hij dan een pas bij het kant voet. Zo over te... En dan typisch, een minuut later, kopt Nielsen hem door. Ja, fout inderdaad. Fout van Torunariga. Allee, niet volledig fout, maar hij laat hem toch... Verdediging die hoog staat, hè. Verdediging die hoog staat, maar ik vind wel dat je daar beter dekking op moet geven. Komt er nog aan bij, want ik heb er echt 15 keer naar gekeken. Naar die dat ze allebei zo wat tegelijkertijd zo... Ik weet het eigenlijk niet. Ja, zo... Tegelijk, of zo, ik weet het niet. Je ziet aan de roef dat hij ziet dat hij eigenlijk hem openzet, Skov, om de hoek te maken. En dan hij verwacht aan roef. Het leek alsof dat Skov Olsen hem naar eerder dan naar links wordt trappen. Maar toen er eerst zijn voet tegen wordt hij naar rechts zat. Dat was goal. Wie zouden jullie anders nemen als man of the match buiten... Maar dat hebben we
Of wil je echt apart doen? Straks misschien. Ja, we zullen straks. Misschien. Het is een keer moderator, hè? Misschien ik bepaal alles. Nee, maar misschien even aan te doen. Dat we wel echt. Ik ga zwijgen. Overklast zijn. Dat we wel echt overklast zijn. De statistieken spreken voor zich. Mm-hmm. Balbezit 69% tegen 31. Expected goals. Moet ik raden. Dus. 0,44. Nee, dat nu niet. Wij hebben ja, sowieso minder 1,5 expected. Of zo voor ons. En, of misschien iets meer. En dan zo 3,5 voor Brugge. 3,19 voor Brugge. 1,82 voor Gent. Grote kansen. 7 tegen 2. schoten 27 tegen 6. On target 9 tegen 3. Saves 0 tegen 7. Ja, moet maar leren schieten. Ja. Heb je ook de statistiek van... van hoeveel middelvingers in het publiek? Ja, ik had er veel zien. Die zou ik ook graag willen weten. Vingers in de lucht, 4 tegen 2. Ik wil echt even een geniaal beeld die ik live in een match zag. De 0-2 werd gemaakt. En dan op een bepaald moment, dus ze filmen eerst de viering, allee, dat iedereen naar Fadiga gaat. En dan zoomen ze in op de tribune. En ziet daar eerst zo'n madame staan met zo'n zonnebril. Zo staan roepen en staan doen. En zo dan boos kijken. En dan zo... Twee rijen daarboven, zo'n vent, staat zo volledig recht, zo gelijk zijn borstkast te tonen, ook zo met een zonnebril op. En hij staat ook zo met zo veel gel in zijn haar, zo gelijk de typische Club Brugge supporter. Zo. En hij staat daar zo boos, zo gelijk in The Lion King te kijken. Over zijn volk, zo, maar zo boos. Het was echt het hilarisch. Het land daar blinden. Ja, speciale mensen, dat was daarop uit. Het was koningin ook. Je kan echt gewoon die match nog een keer hebben kijken, puur voor dat publiek. Dat heb ik ja, dat zal de beetje waard zien. Ik vraag me ook af van dat spandoek Gent is blauw-zwart was. Die zou ik heel graag nog eens gezien hebben. Is dat een spandoek van Brugge dan? Toch? Ja. Oké. Okay, ja. Ik weet niet wat spandoek dat is, maar ja, ik heb dat spandoek niet gezien. Nee, dat is dus vaak als, nope. als Brugge wint, dat ze zelfde spelers met zo'n spandoek op foto gaan van Gent is blauw-zwart. Het feit dat ik dat niet herinner of dat dat mij niet doordringt, dat wil zeggen dat niet zo belangrijk is, snap? Nee. Goed. Maar zelf als ze winnen in Brugge, dan nog... Ja, ik weet niet... Ik vind het wel leuk, zo met die vlagjes zo. Zo wat vlagjes platten overal. Godverdamme. Goed, nou, twee zaken die ik nog wil vertellen over de match. De twee andere doelpunten in de tweede helft, dat waren wel echt twee mooi uitgespeelde aanvallen. Eerst die pas van Toure naar Riga. Ja. Maar Brown, die hem, wie dat eigenlijk naar, helemaal naar voren loopt, hem naar achter legt, naar Ganderman, die hem gewoon pegelt in. Perfect, in het binnen legt. Ik was mee gaan zetten. Want ik dacht, Brown is aan de bal voor een voorzet, dat zal daar weer dat is echt 17 meter de lucht in klets. Dat had echt goed gezien. Ja, was echt heel beheerst. Ganderman was weer mee. Ja, en hij had ook in minuut 75 had hij ook bijvoorbeeld dat er een countermogelijkheid was en hij was weer weg. Ik dacht weer al, dat gaat vliegen naar god weet waar. Maar dat was echt gewoon in de voeten van Good Johnson. Dan, er was dan iets mee gebeurd waardoor dat het geen verder verloop kreeg. Maar... de gerichtheid zeg maar, van zijn passen waren beter dan het soms kan in andere wedstrijden. Ja. En dan de 1-4 wil ik ook wel mijn credits geven naar Good Johnson. Echt goed gedaan. Want daar zie je dan wel weer zijn kwaliteiten. Dat hij toch iets in hem heeft. En dat het ook echt wel... De teruglopen van Mechelen, Ja, nee. Maar nee, maar de bal voorbij en zo. Hè. Nee, ik weet, het was goed. Het was zeker goed gedaan. Hij ziet het goed. Hij heeft wel echt de potentie. Het is ook echt een enorme vertrouwenskwestie. Ik weet het, mocht dat niet onderschatten. Nee, dat is waar. Weet je wat het weer is? Omdat ik dat denk vorig jaar gezegd over dat... Het is duidelijk soms frustrerend, is net kijken, maar dat is het verschil tussen Dean en Good Johnson. Is, ik vind Good Johnson ook veel frustrerender om naar te kijken dan een Dean. Ja. Omdat hij zo veel duidelijker werkt. En ik vind dat heel vergelijkbaar Good Johnson en Dolberg, als je dan een keer in de match naar kijkt. Die komt soms ook echt een hele match niet aan. Bij Dolberg heb je dat wel, als hem eraan komt, dat is het gevoel van, wow, die heeft wel klasse, dat heb je wel. Maar dat is zo heel onzichtbaar en dat is, ik vind dat zo frustrerend. Mm-hmm. Ik heb dan liever een Dean of zelf een Tiso die de hele tijd ambetant is voor een tegenstander. Ja. En in Good Johnson heb ik altijd meer het gevoel dat hij echt het eindproduct moet zijn. Dat snap je? Echt een afwerker, puur zo. Ja. Ja. Rijken die goal op Kortrijk, vond ik daar ook een goed voorbeeld van. Dat was echt goed gedaan. Want dat is daar altijd het eindproduct van de avond. Of zo in de rug, gelijk bij die 1-4 dan, dat hij zo wat zijn lichaam afschuimt. Ja, en dat op was die wel manier goed gedaan. Dat was wel heel goed gedaan. Voor heeft. Hij kijkt ook, wanneer dat hij kijkt naar een man, en dan kijkt hij van, waar sta ik hier? Van Mechelen. Hij kijkt ook echt van, naar waar is Mechelen aan het kijken? Dus Mechelen was naar een bal te kijken, en dan zette zij loopactie in. Dat is wel heel slim gedaan. Wat vonden jullie trouwens van Ito? Want Kum speelde dan niet. Ik vind dat moeilijk om daarover te oordelen. Van zijn eerste helft vond ik heel moeilijk. Ja. Je hebt daar vooral die fase, dat denk ik veel mensen herinneren, is dat hij daar
door die hoge druk naar Nenhoff de bal kwijt en dan noemt hij nog Stolies of zoiets schiet. En een vrij goede redding van Roef. Maar in tweede helft vond ik hem wel... Tweede helft is hij doorgekomen. Ja, ik dacht, hij gaat hem afpakken. Een typische onzichtbare speler, om het zo te zijn. Ja. Die valt ze niet op. Maar, hij loopt veel, zo. Ja. Wat ik als kritiek al had bij zijn invalbeurten, was dat hij te weinig deed wat hij bijvoorbeeld bij de 0-2 wel deed. Dus diep lopen, zodat hij de ruimte creëert voor iemand die van de flank komt of voor in te lopen. Dat hij vaak de neiging heeft om terug te zakken als middenvelder. En dat hij niet vooruit verdedigt, maar altijd kijkt van zijn de ruimtes achter mij toe. En hij blijft eens zijn bal bezit, duurt het te lang vooraleer dat hij mee naar voren is om die druk te gaan zetten. Hij is gelijk... Dat is mijn gevoel, dat hij zo wat dat was wel beter in de tweede defensieve helft. Neigingen heeft. Ik zou die liever op de 6 eigenlijk spelen en dat de Loge op 8, allee, dat er nog één rijtje over kan om een beslissende pas te geven, of ze zeker als Cums niet speelt. Want ik vind de Loge vind ik heel goed. Hij vind ik een geweldige speler. Vind ik, allee, by far onze beste transfer eigenlijk. Maar ik vind dat geen zuivere 6. Hij heeft zo niet, nog niet, hij is nog heel jong. Hè. Gelijk de Saar die kon er ook echt zo in het centrum een pas uitpakken. Door gewoon juist te staan. En dat zit daar niet zo in. De Loge is ook iets aanvallender dan de Saar. Ook, bij Sint-Truiden stond hij ook hoger op het veld als een 8, denk ik. Ja. Ook zo wat meer, niet echt box-to-box, maar meer het spel maken in het laatste gedeelte. Gelijk nu vind ik dat hij echt zeer hard deep-lying playmaker speelt. En echt een achterste van de drie. En die Ito en Gandelman dan echt lopen, wat ik al goed vind. Dat ze lopen in functie van de Loge, want dat heb je ook wel nodig. Dus ik vraag me af of dat Franke moedwillig, omdat hij vaak wel met een driehoek naar achter speelt, en dan de Loge is eigenlijk de achterste die kan verdelen, en die anderen lopen voor hem, omdat hij vindt dat de Loge dat niet heeft, dat volume om de hele tijd verticaal en zo te lopen. Want ja, Gandelman, als je dan een keer echt in de gaten uit, en hetzelfde met Ito, die doet dat ook veel, ze breed, en dan diep, en dan breed, en dan terug. En die twee, en zeker ook Gandelman, dat is eigenlijk dat onwaarschijnlijk. Maar het is onwaarschijnlijk hoe dat hij weet waar dat hij moet zijn. Dus zeker bij zo van die goal die hij scoort, ik heb altijd zo'n idee, plots verschijnt hij daar gewoon. Maar hij moet daarop letten. Zo, pief, poef, paf. Dat is niet... Die ziet flank aan het opstomen en hij begint al zijn spurt in te zetten. Maar wat hij dan doet, is zijn gisteren op extra time ook. Hij veel spelers die hun spurt inzetten. Van ze zien, ik ga hier in de 16 moeten arriveren ergens. Die is maar volgens dat mij intelligent. Stoppen of toch te ver doorlopen. En hij bij die, ook bij die 1-3, hij weet dat hij zo... Hij zet zijn spurt in en dat hij toch 1 milliseconde inhoudt. En dat hij dan die ruimte heeft en dan met links gewoon binnen je jas. Maar hij heeft ook gewoon die gave. Ik bedoel, die situatie bij die 1-4... Een normale speler zou denken, het staat daar 5 man. Ben ik een zot dat ik daar aan die eerste paal naar daar ga lopen. Die bal gaat dan nooit voor mij komen. En hij doet dat gewoon tussen die 5 man van Brugge. En hij heeft die bal ook nog effectief op zijn voet. En hij knalt hem in de hoek, man. Ja. Dat is ook het moeilijkste om te verdedigen wel. Infiltrerende spelers die geen spitsen zijn. Want als verdedigers zijn vaak, die flankaanvallers moet ik afdekken of die een spits. En dan iedere keer je zit alleen naar de bal aan het kijken of zo. Ja, daarmee dat bijvoorbeeld Van Aken ook zo goed is. Op de spitsen en zo. Ik wou nog wel terugkomen naar Go Johnson even, omdat, dat is iets heel kleins maar hebben jullie de reactie gezien van de ploeg bij de goal? Dus de 1-4. Dat was, ik weet niet wie exact dat was. Ik denk Gandelman, die zo wees die naar Good Johnson. Inderdaad, heel hard wees naar Good Johnson. Dus, daar heb ik zo wel vertrouwen op te wekken. Zo bij dat, de ploeg zal dat ook wel weten, dat het niet al te makkelijk is en dat hij soms wel wat kritiek krijgt. Maar ik vond dat een zeer mooi signaal. De sfeer zit goed. De sfeer zit goed. Dat lijkt toch wel. Dat vond ik ook uit deze match. En zeker als ze zo wint op Brugge. Ja. Ik had er met mijn pa eigenlijk vorig weekend over, voor de match. Of zaterdag zelf nog. En hij zei van, we hebben in feite geen kans. En ik zei tegen hem, maar pas op, we kunnen ze wel pijn doen als we willen. En ik denk dat dat ook wel gebeurt. Maar niemand had het wel verwacht. En dat dit wel ook een goed klikmoment is. De perceptie is helemaal anders als je deze match nu kansloos verliest, bijvoorbeeld. Of we hebben nu tenminste gewonnen. Dat is echt een groot verschil. Ik denk dat het superbelangrijk is voor de groep. En ook... We hebben zeker in de eerste helft, dat we inderdaad, ze hebben ook een extra time aangetoond, niet genoeg de ruimtes benut die er wel waren, omdat we te nerveus aan de bal waren. Je kunt inderdaad heel veel beelden doen nu aan die man, zonder dat ze dat vrij kwalijk moeten nemen, want we hebben gewonnen. Dat is echt super dankbaar. Je kunt echt zo'n sessie van de week doen met die man. Kijk, hier moeten we nog meer ons best doen en hier ook. Maar het is eigenlijk een ideale stap in
het groeiproces, want dat mogen we wel noemen. Hè. Dat, het is een groeiproces. Een nieuwe trainer, een half nieuwe ploeg bijna. Ja. Het is enorm alles belangrijk. Ze halen misschien nog niet het niveau om echt een topmatch volledig zelf in handen te nemen. Maar nu weten ze wel wat maar het is om te winnen in een zo topmatch. Zo efficiënt kunnen zijn, dan is het ook misschien niet altijd nodig om alles altijd onder controle te hebben. Het is handig. Hè, maar het is een ideale basis om daarop dan je spel verder te bouwen. En ik vind dat eigenlijk Franken een heel goede job doet. Dat ik daar niets op aan te merken heb. En dat de kritiek op hem, nou, wat was het, na twee speeldagen of twee matchen, van trekt op niet veel. Dat toont toch aan, je moet geduld hebben en je moet meegaan in het proces. Ja. En heb je ook wel trainers die daar koppig zijn in het begin en willen vasthouden aan een eigen systeem, van ik kom keer binnen en ik ben succesvol geweest met 4-3-3 en ik ga dat blijven spelen. Ja. Zeker ook omdat er is bijna geen grotere persoon dan Hein van Haasbroek in Gent die bekend staat voor met 3 van achter en je wilt breken met je verleden en zo. En om dan toch... ik denk nu niet dat Franken zo een gigantisch ego zal hebben, of die vibe geeft hij mij toch niet. Maar het feit dat hij switcht naar dan dat hybride systeem toont ook aan dat hij niet koppig is en gewoon praktijkgericht wijzigt. Wow. Ja, want nog tot wel getransfereerd op 4-3-3. En dan toch nog een paar spelers wel zo wat teleurstellen. Misschien dat hij in de loop van het seizoen meer en meer gaat evolueren. Hij kan inderdaad naar die 4-3-3. Zeker. Daarvoor dient, tegen de tegenstander. Ja, daarvoor dient ook een hybride systeem. Bedoel, uiteindelijk, ik volg daar wel veel trainers in. Het principe van een systeem, vind ik echt belachelijk. Moet je daar niet op doodstaan. Ja. Dat kan doorheen een match fluctueren. Je moet daar flexibel zijn. Je moet je aanpassen aan het tegenstander. Zeker als je tegenstander beter is, dan je Bruijs sowieso de favoriet om dat te winnen. Meestal toch? Zeker thuis. En dan, dan moet je wel zijn van, we gaan weten, zij gaan waarschijnlijk de sterkste zijn, zij gaan ons proberen overrompelen, dat ook gebeurd is. Dus wij gaan wel moeten ons aanpassen aan hun spel. Ja, tuurlijk. Dat is gelijk dat Heineken vertelde over Gent-Leuven van, de verdediging van Leuven stond zo opgesteld. Ik heb dat dan geswitcht en dan switchte opnieuw. De tegenstander van Leuven had dan ook weer direct gecorrigeerd. Bedoel, zeg maar. Wat zeg je? Dat was bij mij. Het is een aanrader voor de mensen die het niet gezien hebben. Hein van Haasbroek is gepasseerd in Mid-Mid voor een kleine aflevering van 3,5 uur of zoiets. daar is een heel klein deeltje Gent, maar ook zijn andere trainerscarrière. En er zijn er soms... Je kijkt daarnaar een sappige uitspraken. Ja, inderdaad. Op zijn heins. Dat misschien ook nog wel wil aanhalen van de match tegen Brugge. Op een moment stond het 1-4. Uh-huh. En ik was er eerlijk gezegd nog niet helemaal gerust. Ik ook niet. Ik moet dan een keer voorstaan. Er staan 3 goals voor en een pijs van... Het is nog niet. Het kan nog, hè. Op dat moment dacht ik, er gaat nog minstens 1 keer gescoord worden en ik vrees dat het niet Gent zal zijn. En dan werd het 2-4 kort daarna en dacht van nee. Maar vooral ook omdat dan eerder deze week daar Schalke zo van een 3-0 nog 3-5 komt. Dus je zit daar dan al zo mee in je achterhoofd van ja, dat kan. Op het moment van die 2-4, het was toen nog meer dan een half uur te spelen met extra tijd erbij. En als ik nu wel iets positiefs mag zeggen over Brugge, die gaven wel echt niet op. Nee. Dus nee. We zijn door naar de volgende. Maar die gaven wel echt niet op. Tot ergens in minuut... 95, 6 die wissels, meter, tot die wissels. Die gaven inderdaad niet op. Op een gegeven moment dacht ik wel, het was ergens in 80 en 100 klets, ik weet niet. Op dat moment begon ik slordigheid te zien en dan pas dacht ik, oké, ze beginnen op te geven, nu het zal wat binnen zijn. Maar ja, nog 20 minuten vol een bak echt geweest. Vanaf dat Nielsen en Unidika eraf waren, was het echt wel... Dan was ik gerust. Dat was toch echt een domme wissel. Tuurlijk. Denk als je... Speler die scoort en een assist geeft al eraf. Ja. Wat ben ik blij dat Nicky Haaien toch Nielsen eraf heeft gehaald. Peter, ik ben daar heel blij mee, Peter. Niels, ik vind dat niet correct. Ik vind dat echt niet correct van u. Je zet de positie van Nicky Haaien op wankelen nu. Mijn excuses. Pas op, hè, die man bij een halve rust aan het slaan. Ik wil niet zeggen, Niels. Stop ermee. Sorry. Maar denk als we een match tegen Brugge kunnen samenvatten, heel kort is dat, denk dat Brugge zichzelf in de voet heeft geschoten of zo. Ja, dat is toch iets dat ze geraakt hebben. Ja, ze hebben. Ze waren gewoon heel inefficiënt. Ja. Natuurlijk waar ik nog aan, like Roef heeft zeker in de eerste helft, maar ook later echt wel goede redding gedaan. Ja, wat een man. Maar echt, goh. Die hebben echt wel serieuze kansen in de nek omgevormd bij momenten, door gewoon niet zo... Ja, maar ik vond... Niet precies genoeg te zijn. En plus, ja, ze hebben 4 goals binnen. Ik vond ook wel dat ook inderdaad de kansen
kwamen niet uit dominantie. Van het was vaak uit druk zetten en zo. Het omschakelingen. Dus, ja, dus ja. Ik vond niet dat er zo vloeiende aanvallen waren, behalve zelf die goal. Dus, dat is een lange bal, wordt doorgekopt. Eigenlijk zijn wij daar een beetje gesjareld. Allee, behalve de tweede goal van Brugge, dat was een schoon naval. En de rest dus vind ik zo'n paar voorzetten. Ik vond, het is ook inderdaad wel zo, het is echt waar. Ik wist het resultaat al. Ze zitten niet met die poepers. Dus ja. Hij weet dat niet meer aan. Ja, dat is anders, hè. Ik had de ultieme relatietest om met mijn vriendin, die voor Club Brugge supportert, samen naar de match te kijken. Ze zei bovendien achteraf tegen mij van dat is eigenlijk wel de ideale uitslag voor onze relatie, dat ze gewonnen hebben, Gent. Ja, daarmee wil ik niet zeggen over hoe ik ben. Los daarvan, ik wou nog verder gaan op u. Dat je met Zemels zat, dat was rond minuut 90. En mijn vriendin komt naar mij en die zegt zo... Maar Niels, je staat 2-4 voor. Ja. Hij klets nat in je rug, jong. Ja, maar dat is raar. Hij zei aan het zweten en ik... Ja, ik heb stress, maar hij staat 2-4 voor. Normaal gezien, met 2 goals voor, denk ik... Oké, ça va. Eentje vind ik wel weinig, 2 is goed. En toch... er gebeurt nog veel te veel. Er was nog veel te veel actie op het veld. En denk van, er gaat nog iets gebeuren. Het is gelijk hetzelfde gevoel van City, hè. City, als je in de match van City kijkt, en ze komen dat was echt vaak gebeurd nog bij City, die komen heel vroeg vaak een keer achter. Maar dan had je ook zoiets van, allee, kijk, ja, ze hebben nu een handicap, maar ze zullen er nog wel over gaan. En vaak gebeurt dat ook gewoon nog. En eenzame Bruggen ploeg. Is ook wel een beste ploeg van België. Ja, ook omgekeerd, jaar, hè. Dus... Een ploeg die op City voorstaat, krijgt dan vaak in de allerlaatste minuut nog taksel op de neus met gelijkmaker of winning goal. En daar heb ik bij Club Brugge ook wel. Allee, ik had mij al betrapt bij mijn vriendin dat ik zei, ja, maar het is wel de beste ploeg van België, zei ik. Zei, wat zeg jij? Zeg dat nog eens. Nee. Ik ga het niet meer herhalen, maar heb mij gehoord. Nee, maar het is wel zo. Ik denk ook dat Brugge zichzelf wel een beetje in de voet heeft geschoten, gelijk dat zegt, maar puur door... Allee, ik ga eerst mijn zin zeggen en dan zal ik het wel uitleggen, maar het Brugge publiek is in mijn ogen een beetje dom. Want wat dat... Allee, en ik zeg dit opbouwende kritiek. Omdat dat is opbouwende kritiek. Die focussen zich echt, of gevoelt dat, gevoelt dat zeker als je kijkt, dat dat publiek neut, of dat is het luidst als het neut op de scheids of op de andere ploeg. Niet als zij iets doen. Of als, dat is niet positief naar henzelf supporterend. En bijvoorbeeld... klein storytime. Mijn nicht heeft vroeger gedate met iemand die speler was bij Lokeren. Ik zal de naam niet delen voor privéredenen. Maar die zei dat ook. Ik zei dat op een bepaald dag, want die moest gaan spelen naar Club Brugge. En ik zei ook tegen hem, van ja, of ik vroeg aan hem, wat zijn nu de moeilijkste uitpublieken? En dan kwamen zo de logische, gelijk Standaard. En ik vroeg dan, ja, Brugge misschien ook. Of Brugge kwam ter sprake en ik zei ook van... Ja, ik heb het gevoel dat Brugge dat de meest negatieve sfeer hangt daar. Als in neuten en zagen en klagen. En hij bevestigde dat volledig. En dat ook iets is dat wel leeft in een spelersgroep die dan naar daar gaat. Dat die dat ook zo voelen. En soms zal dat zeker zijn effect hebben als je een keer een wankele scheids hebt. Ja. Of die daarin meegaat. Want ik vond de wedstrijdleiding wel niets op aan te merken deze keer. Is trouwens Niel de Pauw? Nee. Mocht nog veel raden hebben. Het was Lafor zeker. Ja, ik ben blij dat ik dan... natuurlijk, dat is een uitfluiter. Met Visser als VAR. Dat snap ik gewoon niet, dat altijd neuten is tegen anderen. Moet je eigen ploeg aan. Ja. Wat ik trouwens, want dat hebben we de vorige aflevering niet gezegd, hebben we per ongeluk vergeten, maar toen was er een tifo tegen Antwerpen en nu ook weer het uitvak dat je heel vaak hoorde. Dus we willen een pluim geven aan onze supporters. Oh. En aan de ultras en de plancher. Fantastische sfeer. Mocht wel stoppen met het liedje Alle boeren zijn homo's. Dat vind ik een beetje kakka. Maar dat was de vorige keer omdat Roman speelde weer weg. Ja, maar dan moet u ook vragen... Jong gelijk, heeft zijn eigen aangedaan. Allee, je moet u afvragen als supportersgroep. Maar misschien ben ik nu te filosofisch aan het gaan of zo. Maar gelijk, hoe wilt je Benito Raman herinneren als speler van Gent? Want als die nu ergens oploopt... Hij heeft zijn eigen onsterfelijk gemaakt. Maar onsterfelijk om... Dat is hetgeen dat altijd als eerste opkomt als hij nu op een plein loopt. Terwijl, we hebben hier ook al verhalen gehoord, dat dan heeft hij die privédetectief op hem en dan gaat hij gaan snoekeren toch. En dan scoort hij daarna tegen Lokeren en tak in zijn viering. Dat zijn veel iconischere, leukere momenten. Ja. Maar wat herinnert je zo een uitspraak waar dat zijn brein gewoon even zegt, we zijn er mee weg. Hij heeft het wel zelf gedaan. Ik vind ook wel, het is wel leutig. Ik bedoel,
Nee, ik vind dat niet. Nee, eigenlijk vind ik het ook niet leutig, maar ja, veel mensen vinden dat denk ik wel leutig inderdaad. Maar ik vind, maar het, ik vind het zo leutig. Ik weet gewoon al wat er gewust al zo van 10 karren ver als hij erop ging komen van ah, ik vind het niet hoor, ik heb niet door een man zingen, alsjeblieft. Je moet je ook inbeelden, allee, je zei dan bijvoorbeeld, ik zit nu in de, bij Amai in de theaterwereld, in de cultuur, zogezegd. Wow. En heb daar wel heel veel, inderdaad. Nee, zo zou je het zien. Dus ik heb wel relatief veel gay of bi vrienden of weet ik veel wat. En die hebben geen idee wat dat voetbal is. En de, niet zo vanuit de... En de context niet wacht, kunnen plaatsen bij het lied. Ja. Wat zeg je? Wacht, dus die hebben... Sorry. Die hebben geen idee wat voetbal is en wat ik daar zo fascinerend aan vind. En die... Dat komt oprecht niet vanuit een slechte plaats. Dus ik wil die graag een keer meenemen naar een match, maar... Niet tegen Mechelen. Of tegen Brugge. Want dat is iets dat mij oprecht tegenhoudt, dat als ik een vriend meeneem en die hoort dat gezang, kun je zeggen wat je wilt. Dat liedje is gemaakt een vergelijking en je beschouwt homo zijn als scheldwoord. En dat als uw brein dat oprecht gelooft, oké, goed, maar dan het verstand van een strontvlieg. Sorry. Maar... Ik vind dat je moet daar echt mee stoppen. En er zijn zoveel leukere liedjes om te zingen tegen Club Brugge, waar dat je iedereen mee meekrijgt. En natuurlijk. Je moet je dat ook inbeelden dat je dan gay bent. Je moogt al, of als je over straat loopt dan, en je wilt je vriend hand in hand pakken, dan wordt al uitgekakt door soms Mongolen. En dan worden nog keer vergeleken met een Brugge supporter. Allee. Een ander op het M-woord. Serieus. Die mensen gaan door genoeg om dan nog een keer erbij te pakken. Dus stop daar alstublieft mee. De man van die coach... Ik dacht, dat is hier een goed, serieus pleidooi. Dat laatste. Goh, ik wist dat dit onderuit ging gaan. Ik was aan het wachten. Ik kan niet zo lang serieus. Dat had ik al, ja. Maar mijn punt is, denk ik wel duidelijk. Ik snap je. Het beste vond ik eigenlijk nog... Allee, dat is helemaal het slechtste was zijn excuses daarna, weet je dan nog, van Benito? Dat hij zei, mijn excuses aan de boergemeenschap, maar ja... Sorry. Hij zei niet eens aan de Holy Bee, dat is echt, sorry dat ik jullie homo heb genoemd. Dus Benito heeft misschien ook, misschien ook bij het M-woord categorie... Maar los daarvan... Dus misschien verdient hij niet beter. Maar het was ook wel duidelijk toen, denk ik, dat Raman die om de 5 botten deed hij niets van vandaag. Ivan en Michel, dat zou ik denken, ai. En dat was dan gewoon zo, dat was de druppel in de emmer dat ze dan gebruikt hebben om hem weg te krijgen, want... Allee, dat was toen zeker toch een dag je graag in je ploeg had. Zonder zeven, nee. Ik vond Orban ergens, hè. Allee. In zijn doening, die was echt niet... Bijvoorbeeld, Benito was wel niet zo tegen zijn ploeg, of ze snapte. Nee, dat niet, man. Ik vind dat echt erg. Maar het is gewoon belangrijk. Benito is gewoon niet zo intelligent. Het bestuur was wel gewoon... We willen hem nog misschien een keer op de plaats shit. Ja, maar weet je, het bestuur... Een voetbalclub is een bedrijf en... Dat dient om geld te verdienen en je weet, je reputatie moet goed zijn, weet je al. Je wilt niet de reputatie hebben van een ploeg met spelers, dat weet ik, vol met krapulen die allemaal van die gezangen gebruikt die echt, weet je al, kwetsend kunnen zijn. Ja, dat was inderdaad dus, wel heel duidelijk dat op dat moment de keuze was die het bestuur heeft genomen van we willen ons hier mooi profileren en zulke spelers horen dan niet thuis bij ons. Maar je kunt nu dan ook de vraag... Je hebt daar ook wel een beetje een volkskarakter mee verloren. Want dat was... Ik weet nog, toen ik voetbal ging kijken in de Ot, de laatste jaren van de Ot, was dat zo het opkomend talent die dat dan, denk ik, uitgeleend is aan Beerschot, zo'n half jaarke. Of daar ervaring op te doen. Kortrijk ook, goed, zeker? Kan ook, inderdaad. Yeah. Kwam terug. En dat was een talent. Dat was één dat er altijd voor ging. Dat is ook... Ja, maar... Ik kan mij dat niet inbeelden dat geen plezante mens is. Maar dat is heel duidelijk. Het punt is dat er toen nog... Nog ergere typen in onze kleedkamer zaten. En hij was nog een jonge gast. Allee, als je nu ook die met het geluisterd van hen, als hij gekomen heeft hij Hans kleedkamer uitgekeken. Ja. Toen wordt ze Habibu kapitein maken. Koekoek jongen. Allee, die Pelé liep daar volgens mij ook naar huis rond. Of ja, hij zat in een bak, ik weet niet waar hij zat. Maar toen was Benito gewoon, dat was gewoon een braaf schooljongetje in vergelijking met die gasten. Dus ja, ze dan niet gepijst dat in hem ook. Ik kan niet zeggen, ging profileren, maar hebt... Snap je, er is echt nog een verschil. Je hebt Dean, die iets dom doet, beseft dat hij iets dom doet, en hij ownt dat, en dan heb je gewoon echt iets oliedom doen, snap je? Mm-hmm. Waarvan dat hij gewoon echt weet, hier gaan de repercussies van komen, en hij gaat daar gewoon als persoon niet meer op terugkomen. En wat dat nu Benito Raman was die dat gedaan heeft, of dat nu
dat iemand in een totaal ander beroep, in een publieke functie, die diezelfde zin had gezegd, zijn carrière is over. Ja. Sorry. Dat moet je gewoon niet doen op dat moment. Gewoon doen. Maar, los daarvan... Maar hij houdt over. Los daarvan, ik, om te einde, ja. Ik volg Cedric wel. Moet eigenlijk... Allee, ik zei eerst van, ik vond het wel tof, omdat ik dacht van... Allee, mijn punt was eerder gewoon van, ze moeten ermee stoppen. Want het hoort niet meer in deze tijdsgeest. 1. En 2. Het mag ook Raman nu niet blijven achtervolgen. Dat is een kwajongensstreek. Ja. Dat je ook ergens, vind ik, in zijn context moet plaatsen. Dat helemaal niet... Ik denk niet dat Raman dacht, oh, laat ik nu eens de Holibi-gemeenschap aanvallen. Nee, moet je ook dat is gewoon dommigheid. Een kwajongensstreek heeft dat uitgesproken. Er is daar veel over gesproken. Maar nu vind ik dat dat gewoon gedaan moet zijn. Mm-hmm. Supporters zingen er niet meer over. En dat andere en ploegen dat gaan gedaan. Doen, dat is... Andere ploegen is, mogen het ook die, niet meer die doen. Die willen dat doen om hem uit de match te halen of weet ik veel. Ja, dat is waar. Maar het is spijtig dat... Nog steeds de ploeg waarvoor hij het meest zal herinnerd worden, namelijk wij, dat wij dat blijven doen. De context ook wel, dat was een bestaand lied. Hè. Dat was een bestaand supporters. En je moet ook kijken naar de... Er wordt een micro in zijn pollen geduwd en je ziet dat er toch wel een paar spelers zijn, ik weet nu niet... Fouquet en de Poitre. Ik was daar inderdaad aan het denken, die hem serieus opnaaien. Doe maar, ben je niet doen, maar jong, kom hier in de micro. Zo'n uitdaging van, ja, niet doen, maar hij ziet... Denk dat wel, eigenlijk, als je erop terugkijkt... Heeft Benito ons gered, want sindsdien hebben we dat nooit meer gezongen, onironisch. Dat was echt een sportsong. Dat we ook random, in random matchen, als we wonnen, zo gewoon... Allee, zo een keer wat Brughaat smeten, of alweer dan springt FCB, of dat. Natuurlijk wordt al gezongen. Dat bestond gewoon, met en niet meer. Dank u, Benito. Dank u, Benito. Maar los daarvan, andere liedjes. Er zijn zo een aantal nieuwe supportersliedjes. Ik zit al een aantal dagen heel tijd met dat... zo dat geklap en dan zo lolo, lolo. De hele tijd, de hele dag in mijn hoofd. Dat is wel wijs. Oké, maar we gaan even terug. Ik had nog een quizvraagje om af te sluiten. Maar we zijn al 42 minuten bezig of zoiets. Dus ik had nog een quizvraagje voor af te sluiten. Man van de match moeten we eigenlijk ook nog kiezen. Ja. Als we dat heel snel gaan. Kunnen dat heel snel maar doen. Dus snel quizvraagje. Hoeveel spelers... stonden in de... Je weet al, dan moet je niet antwoorden. Hoeveel spelers stonden... of die in de wedstrijd eergisteren hebben gespeeld. Hoeveel daarvan speelden ook in de laatste Club Brugge AA Gent? En welke? Mag ik antwoorden? Iedereen mag antwoorden. Twee. Nee, meer toch? Wacht, hè. De laatste Club Brugge... Dus wel op Brugge ook. De op Club Brugge Gent. Ja. Dat was de laatste, want we hebben eerst thuis gespeeld vorig jaar. En dan, 4. 2. En, ja, jij weet ik het. Weet het antwoord is... 3, zal het zijn. Jentel, zeg maar. 2. Ja, inderdaad. Maar toch 2. Ik heb de opstelling hier bij mij, dus toen... dat was geen idee in welke maand dat was. Ah, hier kan ik het zien. Was een meisje. 17-12-2023. Ja. Op Brugge... 2-0 verloren door Thiago. Twee penalties zeker. Roef en Watanabe die twee speelden. De rest van de opstelling of spelers die toen speelden waren Kandous, Hong, Tissou Dali, Kuipers, Tessar, Samwaze, Fofana, Kums en Blessurio. Fortuna. Toen daar Kandous kreeg ik PTSD aanval. Want ja, Kandous op Brugge, het was Dynamo. Ja. Gewoon die twee penalties. Dat weet ik niet. Oké, ik had moeten weten. Bon, nog heel snel. Ja, onze man van de match. Man van de match ik denk dat we eigenlijk allemaal unaniem... Bo, ik heb er... Allee, nee, in mijn hoofd zijn er maar twee spelers twee die ik zou kunnen vermelden. Zullen het snel doen. Ja. Davy Roef, Gandelman. Dat zijn ze. En ik van Brownluck. En Dean Special Mention voor de fantastische, legendarische... viering. Dat waren mijn drie namen. We moeten ook een keer kijken naar... Ook wel. Moet ik een keer kijken naar Dean in de catacombe, net voordat die match begint. Die was zeer gefocust. Dat was zeer grappig. Ja. Allee, ik denk dat dat wel een keer vaker Piet zegt bij hem daar. Maar we wel zeggen, ik vond het wel straf dat hij dat wel echt door had. Dat we een match is die wiel betekent voor ons. Ja, want de vraag werd gesteld inderdaad. Zo nooit heeft gedaan, zou jij dat doorhebben, hoe beladen dat die wedstrijd is... Die had dat zeker door, denk ik. Vooral als je zo de filmpjes achteraf ziet na de wedstrijd met Brown. Dat zijn natuurlijk ook weer die Engelse kloten.
Pijs dat hij gewoon niet liever heeft, Dien. Inderdaad. Dat, als het zo'n beetje is. Hij kijkt erop volgens mij. Ja, nee, toen naar de match had hij ook zo. Dat was, alleen omdat ze het hem vroegen, denk ik zelf van... Ja, of, ik weet niet wat aan de rust was. Denk aan ik de eigenlijk rust. Wel aan de rust. Als hij, dat een interviewer zelf vroeg van... Amai, het is niet superveel druk. En de eerste keer, dat, de tweede keer dat gestart. En al dat volk en hier op Brugge. En dan, zegt, dan heeft hij gezegd, in de match dat je bijvoorbeeld spelen. Hè, dat je voor voetballer wordt. Hè, dus hij heeft dat echt nodig. Hè, dat, denk het. En kijkt dat volgens mij zijn accent op. Is zeer leutig. Ja. Scouse. Ook, ik vind... En dan gaan we door. Maar ik vind dat zeer grappig dat onze twee spitsen qua zo looks en vibe niet verder uit elkaar kunnen lijnen. Good Johnson is zo de... Good Johnson is de stil, Hugo Boss, zo. Armani, modelkop, die dat als hij opkomt nog een keer zijn bandje legt. Ja, ja, ja. En dan Dean komt het tegen in een Engeland shirt en Magaluf met 6 punten met zijn ja, ik heb iemand dat... Iemand dat dan zo afgewaggeld zo. Let's fucking have a fight! Iemand had gecomment op de post van een agent, de Jamie Vardy van de Sleepstraat. Ja, maar echt. Dat vind ik zeer leuk. Die vibe heeft hem wel. Maar zo de Engels kapul gezo. Gewoon instant cultspeler trouwens ook. Ja. Tweede start, eerste goal in de competitie op Brugge. Ja. Zot, hè. Hoe hemels kan het zijn voor de spits? Er zei iemand zelfs van... Echt deftig goal, hè. Zodat gewoon vers noek. Recht uit een Britse moordserie haalt. Zo een of andere verdachte. Lek. Ja. Maar dus... Dean, we love you. Op naar de volgende. Ja, dat is namelijk ex-clubwatcher. Mm-hmm. Vorige keer kwam daar onder andere Yaya Soumahoro uit. Dus die gaan we nu even kort bespreken. Gogo heeft dat voorbereid. De tafel is yours. Voorbereid, ja. Gaat een beetje aflezen. Mm-hmm. Ik heb er gewoon zelf fond memories aan, omdat ik hem ook wel heb meegemaakt. Wie heeft hem hier meegemaakt aan tafel? Ja, ik. Wie heeft dat meegemaakt in de not? Ja, wie is er dus een echte Gent van? Oh. Ik ben beginnen supporter in de periode dat nieuw ging. Hè? Ja, maar we waren wel al kampioen geworden. Maar wie heeft er u meegepakt? Eh? Ah. Dus ik dacht ook ik support ben. Voilà, kijk. Dus... Was uw eerste match, je hebt dat onlangs gezegd, dat uw eerste match tegen Altach was. Ja, 1-1. Ik heb dat een keer bekeken. Altach is de wedstrijd waar dat in het laatste seizoen met Hein van Haasbroek in 2017, 2018 hebben we daaruit in de PTSD gewoon ook een of andere voorronde. Dat was maar ik zie het nog thuis voor mij, 1-1. Maar... Super laat, gewoon nog van Koulibaly en dan daar 3-1. Misschien nog een penalty van Milicevic. Bespreekt hij trouwens in de met podcast. Maar Yaya Soumahoro. Yaya Soumahoro is een Ivoriaanse speler. Hij heeft een opleiding gehad bij CW Sports in Ivoorkust. En dan is hij in 2008 is die naar Moncton United gegaan. Want dat is hetgeen waar ik mezelf ook nog heel hard herinner. Dat is een Thaise ploeg. Mm-hmm. En dat was toen ook in 2010. Dan was dat wel zo wat... De wenkbrauw werd gerezen van, wat ga je daar een speler gaan halen? Mm-hmm. Het is een totaal onbekende competitie. Bestens, die gast is gestart, zijn eerste buisplaats, 34 minuten nadat hij geland is. Ja, denk ik ook. Dus hij is vliegtuig gestapt, direct plein op, heeft... Vrij goed speelt ook. En de week daarna speelde op Charleroi. En ik weet niet wat 1-3 of 0-3 was. En hij was bij alcohol betrokken. Dus hij had 1 goal, 2 assists. Ook wel een leuk signaal voor iedereen dat hij zo een week traint, alles geeft. Ja. En dan snokken ze daar een van een vliegtuig. Het type, Helio Varela. Ik vond nog maar meer vergelijkbaar met Stallone Limbombe. Een verschroeiende versnelling. En hij had ook altijd dezelfde beweging, wat ik daarnet al over had. Ik en mijn vrienden noemen die onironisch binnen-binnen-buiten. Dus altijd... Met zijn binnenkant van zijn voeten 2 keer tegen tikken, dan zijn buitenkant en gewoon beginnen ketten. Mm-hmm. En niemand kon dat stoppen. Een beetje Robin-esque. Hij had die beweging, maar hij kon hem niet stoppen. Maar wat hem echt direct tot een cultspeler heeft gemaakt, dus ik zeg u, is 34 minuten hij speelt. De week later... Je kent uw medespelers toch niet? Nee. Uw trainer kent toch maar en de medische testen? Bedoel... Dat was zijn medische test. Allee, je doet dat niet. En dus daarna op Charleroi, dan heeft hij 1 goal en 2 assists. Even. En dan 4 dagen daarna spelen we thuis tegen Feyenoord, de return. Mm-hmm. 1-0? We hebben verloren eerst in de Kuip, 1-0 verloren. En dan spelen we thuis 2-0 gewonnen. Ja. En dat was de eerste keer sinds een tertoto tijdperk dat we toen zijn doorgestoten naar een Europese competitie, naar een groepsfase. Dus in 2010 was het de eerste keer dat we echt in een groepsfase van een Europese competitie zaten in die match. Ik was daar, ik had achter de goal. En hij heeft de 1-0 gemaakt toen thuis op. Dat was ook grappig, want we speelden toen op de flank. Kan je een keer de opstelling gegeven van die match? Regende het ook niet. Zieke zonvloed. Zieke zonvloed. De opstelling was toen in de goal Bojan Jurgasevic. Op rechts achter Roy Meijeri, wat ook een spelerke was als je die gezien hebt. Ja. Stefke Wils, Hans Tvedt, Kenny, kijk dat toen, is er ooit Thompson op linksbak. Bernd Thijs, kapitein Randall Azofeifa en Christophe Grondin. Op links Soumahoro en op rechts El Ghanassi. Dus we hadden zo twee...
enorme snelheidsduels. En dan in spits uiteraard Eliman Koulibaly. Mm-hmm. En de goal dat hij maakt was ook met de kop, zo maar weet ik nog, was ook een klein basis. Een voorzet van El Ghanassi naar hem. En dan in tweede time heeft de verlossende goal... Eliman Koulibaly heeft hem binnengekopt. Ook, ik weet niet wat het voordat van Somoro was, maar ik denk het wel. En daardoor waren we door... Er was een enorme zondvloed aan regen als Koulibaly hem binnenkopt. En dat herinner ik ook nog. En als je een referentie wilt, dat is dat truitje zo... Met gelijk die finishlijn op, zo de racetrack, zo dat blauwe. Ja. Maar ook nog even een opmerking. Bij Feyenoord zijn er ook wel een aantal bekenden die toen op plein stonden. Zoals Mario Been, toen trainer. Daarna of daarvoor trainer van Racing Genk geweest. Martins Indy kunnen wel kennen. Ron Vlaar, centraal verdediger van Aston Villa geweest. De Vrij speelt nu nog altijd en internationale ploeg. Mm-hmm. Gigi Wijnaldum speelt toen ook in die ploeg. Shit, man. En Leroy Fer, die heeft ook een prem gespeeld. Dus het was wel geen klein ploegsk, laat ik het zo zeggen. Dus dat was voor mij ook... Dat hij heeft hem instant in 2 weken een cultspeler gemaakt in Gent. Maar nu komt de maar. Dat was onder Dury. Ja, de maar is... Ik denk dat... ik denk dat Soliat was. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat Soliat daar 2 keer geweest is. En ze hebben hem heel veel beginnen gebruiken, toch voor de eerste 4 jaar. En dan is hij eigenlijk ook vrij snel geblesseerd geraakt en harde blessures. En dan, altijd als hij speelde, was hij wel goed, maar hij speelde misschien 1 op de 3 matchen of zo. Mm-hmm. Waardoor dat hij in 2014 wel nog een contractverlenging heeft gehad bij ons. Dat was in dat kaka-jaar inderdaad. Het begin van de Gelamco ongeveer. Heeft hij ook al nog 2 jaar bij ons gezeten, maar bij mij bijna nooit gezien. Mm-hmm. En dan, wie is er dan gekomen? Hein van Hazenbroek. En dan mocht hij natuurlijk niet meer meedoen, want hij had er een uitleenbeurt gevolgd aan Sint-Truiden. Maar hij maar 5 matchjes speelt. Inderdaad. Wow. Die hebben hem wel overgepakt voor ons, voor een beetje winst. Ze hebben er nog 1 miljoen voor betaald. En dan is hij teruggekeerd... dan is hij teruggekeerd naar Moncton United. En uiteindelijk... 0 wedstrijden gespeeld daar. En uiteindelijk nog 8 matchen gespeeld voor de oude voorzitter van SK Lierse, van Wadi Degla. Mm-hmm. Dus ja, dat is Somoro. En hij is nu 34, maar hij is dus al lang gestopt. Allee, hij is al gestopt, denk ik, van zijn 32. Dus zijn knieën waren echt kapot. Iemand die inderdaad bombastisch binnenkomt en dan geteisterd wordt door blessures. Altijd nooit zonde. Meer boven. Maar voor altijd in mijn hart, binnen buiten, Somoro. Op FIFA altijd in de ploeg. Pace 93. Het enige wat ik weet over Somoro is dat ik met hem speelde op FIFA 15. Voilà. Gewoon snelheid 93. Dat gewoon. Dan is het tijd voor de volgende naam te trekken uit de pot. Dus iedereen mag eentje nemen. We roepen die af en er komt weer een stemming waarop jullie mogen stemmen. En de speler, die speler bespreken we dan volgende week. Of volgende aflevering liever. Voilà. Niet in de pot kijken. Ja, Somoro. Oh. Het er 3 vast. Zo, eentje moet een keer rennen. Vamos a la playa. Ja. Oké, al een naam die ik al van niet kan uitspreken, maat. Wie is dat? Ja, ik weet het al welke dat hij... Oh, ik ken een saai. Nee, is eer goed, maar saai. Hilarisch. Mooi. Dat zit er heel stout. All right. Jentel, doe maar. Het Hajra Dinovic, hè? Ja. Dat was ook de moeilijkste naam met het potje. Inderdaad. Hajra Dinovic. Weer hij, Niels? Julia de Saar. Oh, allee, jong. Dan zijn spelers toch? Maar ja, bij zo'n rubriek wil ik zo echt zo... Nostalgie. Als ze hem niet voten, dan zie ik hem terug in het potje. Hè. Voilà, inderdaad. Okay. Ik heb... Hij raadt het nooit. Habib Habibu. Die vorige keer niet ook. Nee. Ja, ik had jou al getrokken ook. En ik heb Moses Simon. Oeh, dat is wel een moeilijke. Dus we zullen zien opstemmen. Wie dat er... dat wordt we gaan weer de poll in de Spotify en op YouTube en dan kunnen jullie stemmen. Alright. Volgende rubriek. En we zullen ons moeten haasten, maar we hebben nog heel veel op de planning. Maar dus de transferzomer bespreken. Jentel, jij overloopt even de transfers en we geven kort onze mening. Ja. Shoot. Ik ga beginnen met de transfers die binnen zijn gekomen. Helio Varela, 22 jaar, linksbuiten, gekomen voor 3,12 miljoen. Ik zei snel, Jentel, sneller. Jongen, dat moet niet zijn wat we daarvan vinden. Of zo. Nee, doe maar, sorry. Dus wat vinden we daarvan? Niet te veel speeltje. Ik zou misschien eerst iedereen benoemen. Allee, en een aantal belangrijke punten, want anders gaan we hier zitten tot morgen. Een hele analyse, data-analyse. Snel, oké. Dus, De Loorze, 19 jaar, 3 miljoen. André Goodjohnson, 22 jaar, 2,9 miljoen. Dean, 20 jaar, 2 miljoen. Atsuki Ito, 26 jaar, 1,3 miljoen. Thiago Araujo, 23 jaar, 1,3 miljoen. Emi Omgba, 21 jaar, 1 miljoen. En
Zalen, ik weet het niet dat hij het spreekt. Vanska. Vanska. 19 jaar op huur. Van Lommel. Ja. Het is City Group. Allemaal jong, hè? Max uitzenden 26. 26, ja. Mm-hmm. Een totaal bedrag gespendeerd van ongeveer 14,62. En er is miljoen. En er is 25,7 binnengekomen volgens Transfermarkt. Hoe dacht dat wij 40 miljoen eigen vermogen hadden? Nee, dat is meegepakt om op een boot. Oh. Dat is trouwens niet waar. Ja, wat vinden we van die transfers? Goh, dat is allemaal nog... ik denk dat ik dat vorige aflevering heb gezegd. Die aflevering heb ik maar een uitspraak gedaan over de transferwinter van vorig jaar. Dus ik ben eigenlijk een beetje nutteloos in deze rubriek. Of podcast. Maar ja, ik denk De Lorge, dat is al zeer duidelijk dat hij zeer goed is. Die heeft hem ook al heel nuttig bewezen. Ja. Voilà, dat is een zeer goede... Ik wil niet zeggen opvolger van de Saar, want ik heb wel het gevoel dat die... Of die kwam... Of er was er al sprake van voordat de Saar zijn transferverzoek aangaf, denk ik. Voor de rest is dat allemaal zeer moeilijk om over te spreken, ja. Want ja, Dean valt nu ook wel een beetje op door de goal en weet ik veel wat. Maar er zijn nog veel spelers die niet super veel gespeeld hebben. Wat mij wel opviel, dat die hoe lang is hij in de val? Een kwartier of 10 minuten? Thiago, ja, die stond op middenveld. Hè? Ja, die stond op middenveld, maar die had wel snelheid, hoor. Die ketste daar inderdaad één keer. Die ketste een keer naar voren en het was harken. Ja, het was misschien Brenno Mechelen, maar die harkt altijd. Die zat er toch wel... Klopt. Maar ik denk dat we konden concluderen dat het pakt twee transfers nu al redelijk geslaagd zijn. De rest moet nog een beetje afwachten, denk ik. Dat is natuurlijk nog steeds gebuist, maar dat is inderdaad nog veel te vroeg om over te spreken. Het is ook wat Vidarsson zei gisteren, ook in Extra Time, dat ze hebben gekozen om bijvoorbeeld... Je kunt één spits kopen van 6 miljoen. En dan is hij misschien 25 en heeft hij al wat kilometers op de tellers. En het is misschien zeker dat hij een goal gaat scoren, maar ze hebben doelbewust voor twee spitsen gekozen van de helft van die prijs. Om die ook elkaar die concurrentie te geven en dat vertrouwen tegelijk. Dus de transfertechniek lijkt eerder een beetje spread en jongeren aankopen. Voor te ontwikkelen. Ja, maar ik zou niet verschieten dat er dan ook wel af en toe een keer een mishet tussen zitten. Ook. Ja, want, dat kun je niet vermijden. Hè. Er zijn er een paar van vorig jaar. Het transfer die natuurlijk niet meer op dat lijstje staan. Maakt niet uit. De Soudé doet dat nu bijvoorbeeld wel heel goed. Maar dan de vraagtekens blijven natuurlijk. Sonko, ik weet niet of we het daar nu per se over moeten hebben, want dat is niet deze transferpleur. Maar... Ik vond het wel een goed antwoord van Vidarsson gisteren op de vraag over Sonko. Ik weet niet wie, iemand vroeg iets van, ja, Sonko, wat moeten we daar nu van verwachten? Is ja, iemand zei al, is toch gedaan? Ik denk Joost inderdaad, die zei, maar ja, is dat nu 8 miljoen in de vuilbak? Kan zeker, maar ik vond het zeer warm of zoiets van Vidarsson, dat hij niet ineens op de man zelf ging, maar en daarmee bedoel ik Sonko, maar dat hij zei, wij moeten als club beter worden met onze sociale... cel, ja. Als in wij, een speler gaat inderdaad zeggen, ja, Sonko is ja, goed, maar u weet, voelt hij zich zeer slecht hier in Gent en dat is iets dat je niet mag onderschatten als die... Dat is een aspect dat toch door bijna iedereen vergeten wordt, dat sociale aspect. En ik weet ook, bijvoorbeeld zo jong en zo veel geld al gekost, denk dat dat onvermijdelijk wel druk met zich En ik weet bijvoorbeeld ook dat, ik weet niet meer welk jaar dat was, maar Hein van Haasbroek heeft dan op een bepaald punt een sportpsychologe binnengebracht. En ik, wie weet is dat ook bij andere clubs, maar ik... Dat is gewoon, als je dat als club doet, is dat een teken dat je niet alleen keert om het sportieve van een speler op het plein, maar ook naar hoe dat die persoon zich vindt en, of voelt en naar zijn mentaal welzijn. En investeren in zo'n sociale cel om te kijken of er betere omkadering kan zijn voor spelers. Dat is zeer mooi dat agent dat doet en daar wel op inzetten. Peter zei dat gisteren, dat vond ik wel een terechte opmerking. Je kunt dat ook niet weten. Moet je iemand inzetten om op voorhand in te schatten op hoe dat iemand uit Zweden die 19 is gaat reageren als hij meer komt? Dan kun je dat niet weten. Mm-hmm. En dan is dat nu ook een beetje gratuit om te zeggen van ja, 8 miljoen, dat is wel heel veel geld. Terwijl dat Brugge er eigenlijk ook achter zat en de helft van de competitie zat erachter. Wat ook natuurlijk een beetje is, in ons systeem, zijn beste positie is niet aanwezig in ons systeem. Het is dat ik daarnet naar een beetje aan het hunten was. Het is heel nobel dat Frank inderdaad terug is geschakeld naar een systeem, een hybride systeem. Ja, maar we hadden wel vorige zomer en deze zomer en vorige winter hebben we wel we hebben 5-6 wingers gekocht, snapte? Mm-hmm. Hebben we Sonko gekocht, hebben ook Jokota, wat ik de vorige keer ook al over zeg dat ik dat een beetje raar vind. Dan hebben we toch nog die Helio Varela gehaald. We hebben eigenlijk heel veel typen die dat kunnen spelen, maar nu spelen we dat niet meer. Dus dat heeft dat er volgens mij eigenlijk ook mee te maken dat
hij nu toch niet echt met een zuivere flankaanvaller speelt. Want ja, Surdé is uiteindelijk gezien ook niet echt een flankaanvaller. Hij is wel een flankaanvaller, maar het is geen typische flankaanvaller. Nee, dus ik vind hem zo half en half. Ja, maar dat is goed als evenwicht in de ploeg. Stel dat hij een spurtbom met aan de ene kant, dan is dat wel een dus, goeie. Hij is knipt naar binnen, heeft een goede pas, duidelijk, 4 assists. Hij is slimmer allee, dan menig flankspeler. Of zo. Die dan menig flankspeler. Het geeft je wel een aantal opties ja. Om eventueel je positionering midden in het spel te veranderen van met ons systeem nu, of de manier waarop we spelen, dat lukt niet. Nu hebben we echt nood aan een keer langs de ene kant en de andere kant twee flankaanvallers die een actie kunnen maken. Dat biedt wel perspectieven. En ik denk dat tegen Westerlo was, als ik me niet vergis. Kan fout zijn hoor, dat Sonko was ingevallen. Dat hij toen wel van op de flank redelijk goede dingen gedaan dat was toen ook had. Wegdraaien van zijn... En dan komt hij ook van meer van Surdé zijn positie. Uh-huh. En... Hij zegt wel, het is geen zuiver flankaanval. Zijn beste positie... wel een zuiver flankaanval. Zijn beste positie is van de flank. Maar het is gelijk dat het feit dat hij zo wat van centraler kan komen en zo wat mag zweven, dat kwartiertje, maar het is weinig, dus ik hoorde alleen op dat kwartiertje, geeft mij wel zo het gevoel van het geeft hem gelijk meer ademruimte om van daar te gaan, want niemand zit op hem te focussen, dekt op hem. Hij kan vanuit het niets die actie maken. Terwijl als je hem echt op de flank zet, heb ik al gemerkt dat hij zo gelijk met druk speelt en zijn manniveau bijgeraakt en pas je weer achter. Wegsteekt dus, hem zo wat wegsteekt. Terwijl als je hem zo wat meer centraal plaatst en hem wat laat zweven, ik heb daar wel dan... Dat hij wel vrijheid nodig heeft, wil zijn. Ja, dus ook is, ja, heeft nu nog niet veel gespeeld onder Franken, maar bij Heijn zitten we wel meer natuurlijk in een keurslijf en dan moet je die loopacties maken en je mocht alleen maar dat doen als die en daar zit. En nu misschien ietsje meer vrijheid, maar ze deden dat toch beter. Ja, tuurlijk. En like, hoeveel tuurlijk. Dat die eigenlijk loopt vooral vanuit die positie. Ja. Ik zie die heel vaak naar binnen komen en dan bijvoorbeeld een pas in 2, maar dan direct naar een andere flank doorlopen. Die loopt superweels over de breedte van het plein. Die staat heel vaak vrij. Ook heel goed afhaken, zoals bij de 0-1. Ja. Direct afhaken. Dus eerst komen daar wat andere spelers zich aanbieden, die lopen weg. En dan zie je, oh, nu is mijn moment. Hup. Voilà. En is... Hij biedt hem aan, dat krijgt een, de bal, draait door. De, want die vraag is ook, ik weet niet meer waar precies, maar die vraag is ook eens aan Heijn gesteld waarom dat Sonko niet doorbrak. En wat dat hij daar zei, is dat er soms een gebrek aan energie is bij Sonko. En dat is natuurlijk iets dat net het spel is van Surdé. Die kun je dan nooit verwijten. Dat die want die blijft ook maar lopen, die doet heel veel inzet. Mm-hmm. En maar een gebrek aan energie, ik vind dat zoiets... Het was toen Ramadan, hè. Ja... Maar je doet aan Ramadan en Sonko, dat was hem dat ja, hij kwam. Maar God, die ik zie iets heel, een gebrek aan energie, ik zit eerder definiëren als, ik zie iets heel onzeker over Sonko. Ja. Zo echt iets kwetsbaar. Ja, dat is nog een jongen. Dat zie ik aan de manier van spelen. Hij is een heel jongen die zich op zijn gemak voelt. Terwijl, als je de beelden ziet van een Zweden, is dat... Het is ook wel het eerste keer dat hij in het buitenland speelt, zeker? Ja. Ook jong, 19. Ouders moeten achterlaten. Het is wat Vierson gisteren zei, als jij 19 waart, we waren toen en toen A en B, als er je zegt, morgen moet je naar een andere kant van Europa, en je moet alleen gaan wonen, kun je dat wel aan? En, ja. Gent een is andere ook taal, een... cultuur, ja, het is gewoon niet makkelijk. Gent is ook een zeer kritisch publiek. Hè? Allee, als je twee keer je man niet voorbij geraakt, of drie keer in de grond schopt, of ernaast, dan begint... Goed, Jonsen weet het ook wel. Ook zagen, hè, soms... Anders zouden we geen podcast bij hebben. Samengevat, nog veel wachten. Hè? Ja. Ja. En wat uitgaande transfer betreft, ja. Men heeft het allemaal wel gezien. Het zijn uitgaan een paar goede spelers weggegaan. Jokota vind ik wel vreemd. Ja. Nog altijd. Maar dat is al verteld geweest de vorige podcast. Dus ik ga het nu ook niet nog een keer over beginnen. Maar bij deze heb ik ook mijn mening verkondigd. Ik vind het ook een vreemde keuze. Ja. Mm-hmm. Maar ik heb wel gezien, na de match tegen Brugge, dat hij ook op zijn verhaal zo de uitslag van Gent, zo met zo blauw-wit... Dat vind ik wel tof. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Dus dat, het wel altijd bezig, dat hij misschien wel met zijn hoofd heeft van, ik ga wel terug naar Gent gaan. Ja, dat is hopen. Dus wie weet. Ik hoop het ook. Ja. Doe dat maar, of niet? Om te concluderen, we gaan het nog moeten zien. Hè. Dat was ook in de vorige aflevering een beetje het standpunt. Maar er is nu wel een totaal nieuwe wind. Dat is wel duidelijk geweest. Er zijn heel veel vaste pionnen van vorig jaar zijn weg. Of toch enkelen. De Saar, Hong. Tissoudali. De Poitre is ook een figuur. Dus, van Anders Pardo. Dus we zullen zien. Maar overwinningen, zoals eergisteren, helpen daar zeker bij. Mm-hmm. Ja. Volgende rubriek is... de Unpopular Opinion, die jullie dus hebben doorgestuurd. We hebben er eigenlijk drie samengebundeld.
tot een blokje Gandelman. Het is een blokje, ja, Gandelman. Voilà. Want verschillende unpopular opinions. De eerste was, ondanks de goals van Gandelman, zouden we beter spelen met een echte 10. Tweede, Gandelman mag niet weg voor minder dan 20 miljoen. En drie, Gandelman is eigenlijk belangrijker voor ons dan De Lorge. Sorry dat we niet gezegd hebben van wie deze unpopular opinions komen, maar deze waren zeer goed. Bedankt, Maurice. Okay. Ik was de ene iemand die het even instuurt. Ja, zeg eens, wat zijn de standpunten daarover? Ja, dat prijskaartje, dat is moeilijk om te zijn. Ja, dat is een beetje misschien onrealistisch. Ja. Maar allee, ik snap het wel, omdat hij... Het is wel een unieke speler. Hè, ja, veel kwaliteit natuurlijk. Zal niet gebeuren, denk ik. Nee, denk ik niet. Maar belangrijker dan Lorge vind ik wel een... Dat is wel een moeilijk... Wacht, ik ga eerst op de 21 miljoen nog iets zijn. Puntje van kritiek ook. Want gisteren zei Vidarsson ook in extra time van ja, de onderhandelingen zijn nieuw voor mij. Dat is wel duidelijk, want... In mijn overtuiging zijn sommige spelers wel echt, en dat koppelt nu terug naar vorige rubriek, maar verkocht voor te weinig. Ja, de Sar bijvoorbeeld. Ja. Tarik Tissoudali voor 2,2 miljoen. Maar ja. Oké, je wilt die weg, maar je kunt daar denk ik toch wel meer voor krijgen. Ja, sowieso. Maar dat moet dat zien als... Hong voor 4, dat is ook echt... Je moet dat zien als Tissoudali was een van de zwaarste contracten. Dus als je dat op een jaarbasis bekijkt en... Dat wel. Dan valt dat goed mee. Het is zijn laatste contractjaar, dus ze krijgt er nog zoveel geld voor. Is nog zot. Dat ze echt ook gebeurd zijn trouwens voor spelers als Torunariga en Samwaze. Als die dit jaar, en eigenlijk zouden ze misschien nog weg moeten, of verlengen, een van de twee, dan gaan die ook weggaan, volgens mij, niet dan voor meer dan 3 miljoen. Ondanks dat ik vind dat die wel meer waard zijn. Ja, maar dat is nu iemand ding van voetbal. Wie zijn fout is dat dan? Niemand, omdat maar, dat gewoon de marktwaarde is als je laatste jaar contract zit. Deels. Dat is een verantwoordelijkheid voor de club. Hè, dat je moet zien dat je altijd wel je contracten regelt op een bepaalde manier. Dat je sterk genoeg staat in onderhandelingen. En dat je niet voor een speler die al vorig jaar je topschutter was en al 3-4 jaar... Ja, het creatieve brein wil ik nu niet zeggen, maar zeer goed is als een Tissoudali. Maar dat je daar dan maar 2,2 voor krijgt. Je mocht een aantal dingen hier niet in onderschatten. Was Tissoudali laatste contractjaar? Nee, hè? Jawel. Een laatste contractjaar, dat is gewoon een economisch feit. Daar kunt je gewoon niet over het is, prijs voor dat vragen. Dat zeg ik allemaal niet. Maar het is gekomen tot een laatste contractjaar. Ja. Maar dat is vaak zo. Dan mag maar het is wel geen verantwoordelijkheid van Vidarsson alleen. Het is een team gebeuren, een club gebeuren. En dan zeker niet van Gandelman. Daar ging het over. Nou, het is goed dat we afwijken. Bijvoorbeeld, dat is nu iets dat gewoon binnenschiet. Een Gadeu die dat daar vertrekt in volle play-off 1-strijd naar China. Omdat iets in zijn contract, omdat we zijn contract niet hebben verlengd, of weet ik veel wel, of er zit iets van een optie in waardoor dat hij al kan onderhandelen. Allee, dat is gewoon... En dat is een vorig regime uiteraard, hè. Dat is met andere mensen. Maar dat is niet goed gehandeld van... Nog iets anders, hè, want China onder Tansijpeuren is op een ander moment open dan die van ons. En we hebben toen nog voor een speler, want Gadeu zijn contract liep ook af, we hebben toen nog 4 miljoen gevangen voor hem of zoiets, of 3,5 of zo. Maar dat in laatste contractjaar, feiten is dat wel nog veel geld, want binnen x aantal maanden is hij niks meer waard. Je weet dat die transperiode dan in China... Dat is info dat je weet, hè. Ja. Dat die transperiode anders ligt. Dus je kunt je daar toch op anticiperen van we komen hier in een zone die gevaarlijk is, dat die speler misschien kan vertrekken, we moeten hier beslissen, verlengen, niet verlengen. En dan zal dat inderdaad soms een keer mislopen, omdat een makelaar of een speler of een ouder of weet ik veel wie moeilijk doet en dat echt een onoverbrugbare kloof wordt. Dat kan zeker, maar we zitten nu gewoon, zeker genoemd nu Samwaze en Torunariga ook op, we hebben dan Tissoudali daar gehad, ik denk Hong ook. Dat lijstje wordt dan wel lang met spelers die onder contract nu net afloopt maar en dat je dan zwak staat. Dat is bij elke club zo. Boah, dat, heb jij dat is ook een van de moeilijkste dingen in de voetballerij en transfers. Je hebt altijd die dossiers van mannen dat je weet van een contract verloopt bijna, maar je weet geen wat er allemaal speelt. Of dan die nog weg willen of niet. Dat is een van de moeilijkste dingen. Ook zeker van waarde te schatten, want ineens krijg je dan toch een bod op een speler die in zijn laatste contract uitzet en dan zit in één keer vrij te twijfelen van moeten we hem nu voor dat klein bedrag wegdoen, maar de realiteit is, oftewel gaat hij gratis weg. Snap? En dat moet is ook echt altijd het moeilijkste. Dat is echt van het moeilijkste. Je moet ook altijd de afweging bij zo'n onderhandeling maken. Je hebt ook natuurlijk de persoon van de speler, in welke mate staat die daarin, als dan een speler is die echt per se wil vertrekken en moeilijk doet en dat weegt op een spelersgroep. Wat ga je dan doen?
weigeren dat hij weggaat en hem tegen laten blijven bij Gent tegen zijn goesting voor... Omdat de transfersom iets te laat... Dat is echt een moeilijk evenwicht. Er is maar zijn één ploeg verschillende in de wereld, factoren. In mijn hoofd die er echt koning in is, en dat is Bayern. Die zijn heel goed in hun contractsituaties. En ik weet, dat is ook wel die de harde categorie. Meer budget en zo. Ja, dat is waar. Maar die weten altijd op welk moment dat ze de legends moeten laten gaan. En wanneer dat ze een keer een nieuw moeten kopen en zo. En dat die dan wel in het laatste contractjaar toch weggaat. En daar zijn die heel goed in. Enfin, dat is waar wordt aangezegd, maar dat is echt een moeilijke. Dat is echt een moeilijke bal. Als je daarom is het misschien wel goed dat ze nu echt in een team handelen en op consensus werken, dan er meerdere personen zijn die eventueel al elk focussen op een ander aspect van de transfer en dat dan proberen samen te leggen en zo beter kunnen rekening houden met alle factoren en toch nog een goede transferprijs kunnen bekomen. Dat nu die nieuwe manier van werken beter is dan gewoon de Michel die het onderhandeling doet en die beslist. Dus... Maar het zal sowieso een complexe zaak zijn, zo contract en hoeveel krijg je. En nu wordt het nog complexer met de casussen Tornariga en Samoise. Ja. Bijvoorbeeld maar, dus, dat, maar kijk, dat zijn bijvoorbeeld dingen dat je nu al weet. Hè. Dus ik hoop, en dat zal wel zeker zijn, want of die vibe kreeg ik toch van toen hij hier zat, maar dat er zal al voor vervanging gekeken worden en er zal al opties klaar liggen en zo. Maar wat ik misschien mijn punt dat ik wat duidelijk maak, is dat die lijst van aflopende contracten die dus voor een zwakkere onderhandelingspositie staan, die leek mij tamelijk groot te worden. En dat zal inderdaad een complexe zaak zijn, maar dat... Ik denk dat je daar misschien beter op kunt inspelen. Ja, dat is waar. En dat is dezelfde reden waarom ik vorige winter kwaad was om de keeperskwestie, maar dat hij nu zo uit... Die zichzelf heeft opgelost wel, hè. Roef is nu overduidelijk nummer 1. Ja, je had ook naar die zijn contract kunnen verlengen, bijvoorbeeld, en niet Schmidt gaan halen. Maar ja... Maar dan had je wel weer die afwisseling. We gaan niet nog een keer doen dit. maar dat is een beetje hetzelfde, wil ik zeggen. Oké, eigenlijk, we waren bezig Handelman. Met de vraag van Handelman. Dus. Maar, ik wil dat nog door. Het wordt toch een XL-aflevering, dus... Allee... Gent heeft dat in een bepaalde mate toch... Goed of het is toch goed uitgepakt, de keeperskwestie? Ik vind dat niet, maar oké. Dus jij had liever nu met Roef en Nardino nog gezeten? Waar dat je om de 5 botten wisselt en waar het niet duidelijk is wie doelman nummer 1 is. Ik vond dat niet zo erg. Ah, nu is het wel beter, omdat Roef doet wel echt denk heel je inderdaad goed. Niet dat Roef nu aanzienlijk veel... Of aanzienlijk wil ik niet zeggen, maar dat hij beter presteert omdat hij nu ook die duidelijkheid heeft. En met dit wil ik absoluut niet zeggen dat Nardi een mindere keeper is. Hè? Want als je op Instagram gaat en Nardi ziet, die doet ook nog een zotte redding. Ja. Maar, hij denkt vooral ook dat, omdat ze nu, dat hij nu alleen is, dat hij het vertrouwen krijgt, Roef, dat hij toch wel gewoon beter speelt. Het is nu duidelijk, dan al met die concurrentie. Ik vond die nog altijd even goed. Dan, het is gewoon de perceptie altijd. En mensen zagen daarop. Maar heeft hij op Bruggen ook een zeepert gehad? Dus hij zat gewoon niet binnen. Een bal die zo van ver wordt geschoten en hij wil hem echt klemmen. En hij heeft chance dat hij hem zo... Wieps, en hij vertelde dat het licht hebben. Dat maar waren ook twee keepers. Wie zag er nu? Niemand. Gelijk Go Johnson en Dean, die verschillen van vibe. Roef en Nardi, dat was de Roef is zo de meest rustige dude die precies altijd 5 joints heeft smoord voordat hij op dat plein komt. Valium, en Nardi, die zit precies met Vlo in zijn hat. Die manneke, dat was echt een duur als alconeen, precies. Maar bon, Handelman. Ja. Wie? Oh, wat waren nu weer al de vragen? Want ben je volledig kwijtgeraakt. Dus, wacht, ik moet hier even opzoeken. Hè. Maar dus gaat hij weg voor meer of rond de 20 miljoen? Okay. Ik denk dat wij allemaal zeggen nee. Die vraag weg. Ja, dat wacht, hè. Wat Gandelman is wel veel belangrijker voor ons dan De Lorge. Was er ook een van? Dat vind ik een irrelevante vraag. Waarom kiezen? Dus, je bent een team, dus iedereen is... relevant. Oké, voilà. Volgende. Ik denk uiteindelijk kun je zijn, Gandelman scoort meer. Dus op dat vlak kun je zijn dat het belangrijker is. Maar ik als ex-verdediger zijn, heb ik daar toch moeite mee. Ik vind het wel een goede vraag. Stel, je moet er één uitzetten. Maar lastig, hè? Lastig toch? Niemand, want die spelen elk op een andere positie. Ik weet het, maar ik zou het dan toch, als ik moet kiezen, zou ik toch... Als ik er één moet uitleggen, ga je toch Gandelman uitzetten. Ik ook Gandelman. Ik denk dat wel. Raar, hè? Nuttiger toch? Kan zijn als ze zo als inval, als hem zo nog iets te forceren. Zo. Ja, is toch? En nu gaan we hier toch die vraag beantwoorden. Maar gewoon even kort, wie zou, als je één er moet uitzetten, wie zou je eruit zetten? De Loge of Gandelman? Gandelman misschien. Dat hij, meer kan de Loge is een basisfundament. Gandelman is een loper. Maar als je aan het verdrinken bent, heb je meer aan iemand die de basis heeft en de ballen verdeelt dan... Iemand die eigenlijk van de ene 16 naar de andere loopt. Maar als je niet aan de 16 van de tegenstander geraakt,
dan neemt hij al de helft van zijn spelstijl weg. Staat hij daar puur en alleen ook voor die organisatie. Maar in het spel verdelen en in het balbezit is hij dan weer... Dat is niet zijn sterkste punt. Nee. En De Lorge is dan wel echt degene die verdeelt. En heb je dat nodig als je bijvoorbeeld verdrinkt met je ploeg. Zou het niet... En ik weet niet wat dat, of dat waar is, hè, wat ik nu ga zeggen. Maar zou het niet moeilijker zijn om een Gandelman te vinden dan een De Lorge? Een Gandelman 1-op-1 wel, maar je kunt Gandelman in je ploeg wel anders vervangen. Wat ons naadloos in de volgende vraag over Gandelman overbrengt. Want je kunt wel met een ander soort team spelen. Je kunt wel met een creatieve team spelen en dan Gandelman eruit zetten. En dan allee, ja. De Lorge krijgt, blijft waarom zijn rol. Waarom zou Gandelman eruit gaan? En, waarom niet Ito? Omdat hij moet, allee, omdat we net vragen stelt, De Lorge of Gandelman. Het gaat niet over Ito en ja, Gandelman. Ja, oké, okay, maar die vraag hebben we nu niet samen... Allee. Als er één iemand uit ons middenveld gaat, is het toch Ito? Ja, ja, ik weet, maar het de vraag was... Gandelman is belangrijker voor ons dan De Lorge. Ja, dus als ik moet kiezen, is het bij mij om de reden dat je een andere team zou kunnen zetten, een ander soort team, een type... Vanscha of Ongba? Ja, Vanscha of Ongba. Wat ik eigenlijk ook denk van Vanscha, dat hij misschien ook wel het team gaat spelen. Als hij speelt... Ja. Maar afijn, dat is mijn bedenking daarbij, dat ik toch ook misschien in het grote geheel De Lorge belangrijker vind. We hebben nog een Gieter Perkens. Maar die was ik vergeten. Mm-hmm. Ja, af en toe valt hij nog in. Dat is zo... Hij valt meer in dan vorig jaar. Ja. Ja. De onzichtbare figuur. Mm-hmm. Soms is hij daar, allee, vaak is hij daar, maar ik denk van, ah, Nien is er ook nog. Ja. Ook wat dan verlot ik met Ito. Dus Gerkens gaat zeker nog starten tegen Sint-Truiden, tegen Anderlecht, tegen Antwerpen. Genk. Hij mag zo enkel spelen tegen zijn ex-team. Ja. Ja. Nee, ja, die is ook gewoon belangrijk, omdat je daar die regel hebt van zoveel Belgen moet in je kern hebben. Hè. Ook al, ja. En als hij speelt, en dan mogen mij allemaal doodschieten, ik vind dat geen slecht. Nee, zeker niet. Kan gewoon... ik je niet doodschieten, jongen? Ik vind je dat ook. Oké, okay, voor de breedte, maar dat is niet... Hm. Maar tegen Westerlo... Is niet super of zo, maar is toch gewoon degelijk. Tegen Westerlo had hij Kums vervangen, denk ik. Dat Kums toen geblesseerd... Of nee, ziek. Of ik weet het niet. Okay. Hij stond er niet in. Waar is dan Kums? Zat hij gisteren op de bank? Nee, gisteren was hij... Eergisteren was hij geblesseerd. Zo is? Oh, okay. Maar tegen Westerlo speelde Kums ook niet. En Gerkens heeft die rol perfect ingevuld. Plus, Westerlo had dan moeite met het feit dat je twee lopers had, met Gandelman en Gerkens. En Gerkens heeft de kwaliteit die Gandelman ook heeft. Mm-hmm. Namelijk in lopen. Dus mm-hmm. De man mag ook blijven. Voilà. En dus ondanks de goals van Gandelman zouden we niet beter spelen met een echte team. Dat was de laatste unpopular opinion. Hangt er vanaf tegen. Wie, hangt er inderdaad vanaf. Ik heb nu genoeg opties in uw kern om te variëren. Je kunt Gandelman zelfs een rijtje achteruit zetten om de 8. Dan heb je een team en een loper met Gandelman. Mm. En in een goed systeem is die discussie van 6, 8, 10, maakt me niet allemaal uit. Dat is allemaal irrelevant, want als je een goed systeem hebt en zodanig veel wisselt daarin onderling... Fluctueert dat, hè. Wat dat Frank, denk ik, in bepaalde mate ook wel creëert. Want bijvoorbeeld in Brugge begon De Lorge zeker op bepaalde punten op een 6, maar dan andere momenten was dat niet. Dus dat varieert. Als je die variatie kunt krijgen, is alleen maar goed. Cedric is niet zo content met de vragen over Gandelman. Ik ben daar wel content mee. Volgende rubriek. Dus WWB Goes Classic, dat is een snel rubriekje. Dus vorige week heb ik hier... zo alsjeblieft wel stop met naar uw dates te sturen. Dank u. Onze dolgoan, hè. Ik heb het gezegd. Ik ben binnen 5 minuten weg, omdat ik eigenlijk ook aan het werken ben. Maar kijk. Dat moet je zeker op een podcast zeggen die op YouTube zal komen voor uw werkgever. Maar zij weten dat. Dat is een alright. Timing dus, ding. Vorige week heb ik hier, had ik het over de wedstrijd. Jullie gaan dat misschien herinneren. Jij misschien ook als je vorige geluisterd hebt. Week hebben we geen podcast gedaan. Ja, ja. Over Gent Club Brugge. Zo de 4-1 met dan de hattrick van Bessoufa en De Beulen en Grégoire. Ik herinner het mij als de dag van gisteren. Voilà, en ik heb die YouTube-link erbij gezet. Ik weet niet hoeveel mensen dat bekeken hebben, maar ik denk dat het wel tof is om zo'n keer gewoon oude matchen op te rakelen. Net als ex-clubwatcher zo in de geschiedenis te duiken. En ik heb nu een match gekozen omdat ik met deze rubriek ben begonnen, maar jullie kunnen zeker volgende maar week. Maar in wat jaar was dat? 2 april 2006. Ik was wel nog een klein van 5 jaar, dus dat is zo... Ik ga daar niet volledig helder over kunnen... Nee, ik heb toen ook gezegd dat was bij mij ook gewoon maar mijn allereerste voetbalherinnering. Ja. Nu ben ik naar mijn tweede voetbalherinnering gegaan en ik ga weer die link posten, dat je die match kunt kijken. Dat was de bekerwinst. AA Gent, Cercle Brugge, 3-0. Ja. Ik weet niet wie dat er allemaal bij was. Toen, in het Koning Boudewijn Stadion. Ik was daar.
Jij zou er moeten zijn, inderdaad. Ja. Ik mocht niet van mijn mama. Nee. Ja, hoe oud werd jij toen? In 2010 was dat. Ja, ik weet nog twee doelpuntenmakers, maar... Nee, drie. Ja, ik weet er twee. Ik zeg, zes. Koulibaly heeft gescoord en Christophe Grondy heeft de laatste gemaakt. En de middelste was de... En dat heb ik hier al gezegd in de podcast. Dat was een goal van Mbaye Leye. En dat was een moment waar dat kleine Cedric... aan het supporteren was en achter hem vierden ze zodanig hard en dan waren ze waarschijnlijk ook al een beetje geïntoxiceerd en vielen ze gelijk domino's op mij. En dan heb ik dus drie of vier volwassen mannen van om en bij de 80 kilo op mij had en ik dacht, ik word Gent van. Dus, maar die samenvatting staat dus op YouTube en het leuke, of een paar leuke momenten zijn daar dat wij echt Cercle Brugge hebben getorpedeerd soms, want er is daar een moment dat Thompson... Als ik dat doe, is trouwt. Hij doet daar een tackle op Reinaldo, noemt die speler. Ja. Dat was overduidelijk rood. Maar echt, niemand had dat kunnen zien. Die schupt hem daar gewoon terug naar Brazilië. En hij krijgt maar geel. En ook helemaal in het begin is er een of ander blokt iemand een shot van Vossen. En Vossen trekt daar in een of andere kramp met zijn gezicht. Maar hij heeft het waarschijnlijk niet door, maar hij kijkt vol in de camera. Dat is een schitterend beeld. Moet ik maar even opzoeken. En de opstelling toen... Misschien had dat wel een paar belletjes moeten rinkelen, maar bijvoorbeeld Jurkasovic, Soulaire, Wils, Thompson en Roberto Rosales. Op middenveld Azo Feifa, Thijs en Le Point. En van voor El Ghanassi, Koulibaly en Leije. Dat was een Koulibaly die toen nog niet met vuilbakken smeet in een kleedkamer. Wat verhaal is dit? Nee, weet je dat niet? Het keer opzoeken. Ik zal het keer opzoeken. Koulibaly, Racing Gentiaven. Doe maar. Thuis. Dus dat was een zeer toffe match. Uiteraard de bekerwinst. Dat was in het seizoen met Predom. Die toen trainer was en ons tweede plaats bezorgde in de bekerwinst. Dus dat wou ik even aanhalen. In het seizoen daarvoor, en dat toont ze ook in extra time, was het de laatste keer dat wij ook gingen winnen met 4-1, of met 4 doelpunten al sinds, op Club Brugge. Nu hebben we dat dus verbroken. Dat hebben ze gisteren getoond, dat was wel tof. Dat was daar een zotte goal van Brian Ruiz. Mm-hmm. Van die wedstrijd ga ik dus de link niet plaatsen, moet je maar extra time kijken. Wat ook leuk was, toen speelde Agent in het rood. Ja. Uitruidjes volledig in het rood, dat was echt iconisch. Peter van de Gele. Inderdaad. Ik zou ook wel... Dat is nu even afleiden, maar... Zijn jullie content met het feit dat elk jaar blauwe thuistruiken zijn? Ja. Ja, het is een clubkleur. Ja. Ik bedoel, dat is gelijk een Manchester United supporter die vraagt aan anderen, zijn je content dat je in het rood speelt? Ja. Zeg jij nu dat ik een domme vraag dan, Niels? Ja. Nee. Ja. Nee, ik ben wel... Dus het zijn vooral de tweede en de derde truitje dat het probleem is, denk ik. Ja. Ik ben wel... Ik zou graag een oproep doen, die dus blijkbaar niet breed gedragen is, maar ik ga hem toch doen. Er was ooit een periode dat Gent afwisselde van thuiskleur een truitje. Om het lichtblauw jaar... en donker. Nee, er was een periode dat zo eerst wat blauw, dus eerst blauw, dan het jaar erop was het wit, blauw, wit, blauw, wit. Bijvoorbeeld, er was een jaar dat wij gewoon volledig in het wit speelden met zo één blauwe streep erdoor. Ja. Zijn dat prachtige truitjes? Uiteraard niet. Dat lichtblauw is ook spuuglelijk, maar ik vind dat wel leuk om zo de kleuren... Die dus wel binnen die blauw-wit natuurlijk moeten blijven. Hè, maar de kleuren, de variatie daarin wat uit te breiden. Want ik pleit al jaren, of ik zaag al jaren, de kop van mijn kopgenoot eraf. Van ik wil eens witte truitjes. Als thuistruitjes. Maar zie je Manchester United thuis al in zwart en wit spelen? Maar zijn wij Manchester United? Liverpool dan. Op naar de volgende. Want we gaan luisteren. Speel in blauw, heel rot voor de... Dat was... We gaan op naar de volgende rubriek, want dat was geen nuttige oproep. We zullen anders doen. We snel de wie is wat, dan de, en dan kun jij weg. Ja, en dan doen we de ik ga mijn gemak beginnen opkrassen, maar let niet op mij. Oké. Okay. De wie is wat, die dus voor de fans niet geraden is, en die ik dus nog eens zal zeggen, is 1. Ik won al een prijs in Amerika. 2. Ik ben groter dan De Jagere en Watanabe, maar kleiner dan Torunariga en Surlot. Verwaarloosbare tip. En 3. Ik heb iets gemeenschappelijk met Momodou Sonko en Magnus Eriksen. En een gefaalde carrière bij AA Gent is dat niet. Of dat is niet het ding wat ik bedoel. De vierde nieuwe tip is... Maar ik mag niet ik ben een verdediger. En ik mag niet antwoorden. Nee, centrale verdediger. En hij was... Oh, ik denk dat ik het weet. Maar hij is kleiner dan Sorlot.
Ja. Oké. Maar dat is, zie, geen verwaarloosbare tip dus. maar dat is dus die voor jullie. Nu, degene die jullie kunnen raden, ja, of allee, mee kunnen raden. Die wil ik wel eens nog weten. Dat wil ik nog wel doen, eigenlijk. Ja, alright. Snel. Dus, 1. Ik ben momenteel trainer van mijn zoon. 2. Ik was trainer bij 3 Belgische clubs en speler bij 6 Belgische clubs. En 3. Ik won met 2 opeenvolgende clubs de beker van België. Als spits, anders is het een beetje te moeilijk. Wacht, als speler wat was het eerste? Keer een beker van België gewonnen. Wat was het eerste? Maar bij ons dan? Nee. Dat zeg ik niet. Wat was het eerste? Het eerste was, ik ben momenteel trainer van mijn zoon. Fuck. Gevraagd. En? Ik zal nooit zeggen, zelf hij is hier al deze podcastaflevering benoemd geweest. Is het een Bayeleien? Godverdomme. Let's go. Wist hij niet naar huis? Het is een Bayeleien. Bayeleien is dus momenteel trainer bij Serein. Hij is trainer geweest bij Standaard Zoltwaargem en dus nu bij Serein. Daarin, die zitten nu in tweede klasse en hij coacht zijn zoon Tidjan Leijen. Hij had ook heel veel Belgische clubs, namelijk Zoltwaargem, Gent, Standaard, Zoltwaargem, Lokeren, Zoltwaargem, Eupen en Moeskroen. Zoltwaargem. En hij won dus 2 opeenvolgende beker van België met AA Gent in 2010. Dan vertrok hij naar Standaard en won hij de beker daar ook. Met AA Gent maakte hij dus die ene goal met zijn kop/borst. Ik ben het niet zeker, die je kunt zien in die samenvatting die ik dus ga posten. Daar gaat dag, jongen. Groetjes aan... Is die camera niet uitgevallen? Oei, dat is teken dat we te lang aan het opnemen zijn. Zullen we nog de rubriek voorbeschouwing doen? Of niet? Heel snel. Heel snel, oké. Okay. Wedstrijden tegen Cercle Brugge en OH Leuven. Gewoon naar Cercle... Nee, dat is dom. De laatste 5 matchen heeft Cercle 4 keer verloren, 1 keer gewonnen. Gent 4 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Mm-hmm. Maar het zou natuurlijk wel weer Gent zijn om te winnen tegen Club Brugge en te verliezen tegen Cercle Brugge. Ja. Cercle staat 15e met 4 op 21, Gent staat 2e met 13 op 21. Normaal gezien zouden ze zeggen, die ploeg ligt ons niet, maar we hebben een heel andere kern, we hebben een andere trainer, dus het is nu zo moeilijk te voorspellen. Bezig, ja. Mm-hmm. En Cercle is gewoon echt in de laatste 5 matchen zijn ze die 1-6 gewonnen en op die Poolse ploeg en dan thuis 1-4 verloren. Oh, allee, op wat recht dan nu. Klopt. En een speler met de beste rating op SofaScore is Warlsson. Maar zo... Ja. Hij zei zo'n type dude dat ook spelers in een stadion beoordeelt op basis van onder statistiek met FIFA. Maar nee, jij nu, Anton. Nee, maar dat is maar een interessant weetje. Warlsson is inderdaad... Ja, sorry. Ja. Sorry. Warlsson is inderdaad... Ook, wat dat misschien ook wel interessant om te weten is, bij Gent is dat Roef, ook de keeper. Hm. Dus toen we misschien wel een keer kunnen dat er een match is met misschien weinig goals. Yep. Dat is echt zijnde, want dat spel gaat er echt uit van. Buffalo's, geniet nog van jullie maand, / week, / dag, / weet ik veel wat. Want we willen toch nog even zeggen dat we mooi 2-4 gewonnen hebben van Club Brugge. Stand tweede. Ja. Ciao. Tot volgende.